Nou, hartelijk welkom allemaal. We zijn in een nieuwe vergaderlocatie. Normaal zaten we in het centrum. Is ook goed te doen, denk ik, iedereen goed hier kunnen komen. Die is te weten dat niet natuurlijk. Maar anders hartelijk welkom bij de algemene ledenvergadering van het Republikeins Genootschap. Wat is de reden voor de kassen? Nou ja, omdat we daar geen zaadje konden krijgen. We hadden eerst de vergadering 2 weken geleden gepland. Maar dat was het hemelvaartweekend. Ja, het was dicht. En Lex, toen heb jij dit gevolgd. Dit is wel goedkoper. Het is goedkoper, ja. Maar wat zie je dat? Nou. Het gaat om 25 euro. 3 biertjes, is dat goed? 3 biertjes per persoon scheelt dat ook. Ja. Okay. Dus we gaan er wel de andere locatie ligt natuurlijk veel in de stad. Ja. Ja. Moeilijk te bereiken. Vindt u dit moeilijk te bereiken? Om het maar te zoeken van en dan weet ik maar. In de stad zit je, in de stad kom je eruit, ga je echt een potje bier drinken, zeg je napraten over de vergadering. En dan zit je in een soort industriegebied, bijna. Oké, we zullen het meenemen bij de evaluatie van de goed, dames en heren. Tot zover de opening. Ja, we hebben een agenda met allerlei vergaderpunten. 1 punt wil ik eigenlijk vooraf nu opstellen. Er is een journalist van de NRC in de zaal, dat is meneer Van Steek. Die zit daar rechts achter en die helpt in zijn hand op. Ja, als u daarmee bekend bent. We hebben jarenlang natuurlijk streven wij naar publiciteit. Daar komt een journalist, dus dat is op zich heel bijzonder dat we aandacht krijgen. Het is misschien ook een beetje, ik weet niet wat voor invloed dat heeft op de discussie, meneer Van Steek, we zullen het zien. Maar bent u zich ervan bewust dat er dus een journalist is? Anderzijds, alle andere vergaderingen hebben we ook altijd opgenomen. Er staat nu ook een camera, Ruud en Fini, die zijn ook weer zo bereid gevonden om het op te nemen. Dat hebben we altijd gewoon op het internet gezet, dus de Rijksvoorlichtingsdienst keek gewoon mee. Dat is onze vijand, dat begrijp ik. Dus dat is, we zijn heel open. Goed. Zijn er verder punten van orde of iets dergelijks? Aan het begin van de vergadering is de agenda in orde. Ja, ik heb gewoon klaar. Ja? Ja, er staat dat ik mijn bestuurslidmaatschap afzet, opzet, maar het is helemaal niet waar. Ja. 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 Nou, dus ik zal het als volgt toelichten. De vorige vergadering is Jeffrey Hoekstaaf gekozen als bestuurslid. En wij zijn toen aan de slag gegaan in het bestuur om als team samen te werken. En dat liep na korte tijd spaak. En toen hebben wij als resterend bestuur besloten om de samenwerking met Jeffrey te beëindigen. Dat houdt in dat wij, dat Jeffrey nog steeds bestuurslid is geworden, want u alleen als ledenvergadering bent bevoegd om een bestuurslid met zijn functie te ontheffen. Wij zijn dat niet. En Jeffrey brengt dat nu naar voren. Wij hebben contact met Jeffrey gezocht om te kijken of we daar een oplossing voor kunnen vinden. Dat is helaas niet gelukt. Dat is een beetje de situatie. Mag ik nog kort om wat te zeggen? Ja, wacht even, meneer Hoekstaaf, blijf even zitten. Nou, punt voor. Mag ik even aandachtspunt even naar voren brengen? Ik weet. Namens Frank van der Helst, uit de Kabinet. Er zijn enige fluiten van de discussies tussen bestuur en Jeffrey, of toch tussen bestuursleden, dat ik zo meteen wat fluiten langs zijn oren gekomen. Ik heb zelf heel wat ervaring als voorzitter van diverse gezelschappen, ook tot grotere gezelschappen. Kwestie van. Nou, dat gaat eruit, denk ik. Ik heb het niet bij jou benieuwd. Mijn ervaring is eigenlijk dat als je de kwestie van één persoon in een ledenvergadering aan de orde stelt, daar komt alleen maar allemaal op van de somme. Je gaat personen beschadigen, hetzij die ene, hetzij mensen uit het bestuur. Een veel gebruikte methode, althans ik heb hem regelmatig, als het nodig was, heb ik hem ingezet. Benoem een commissie van 3. 1 namens de ene persoon waar het over gaat, 1 namens de vereniging, dan het bestuur waar het over gaat. En die pakken gezamenlijk een 3e neutrale persoon bij de start en die gaan daar eens over praten. Met betrokkenen, met omstanders, met andere bestuursleden, met weet ik veel. Maar nou hou je het uit, de orde van een ledenvergadering. Want A, is het niet voor een ledenvergadering? En zo'n commissie stelt een advies op, legt het aan de ledenvergadering voor op enig ogenblik. En dan komt er een besluit uit horen. Zo wou ik, stel ik voor aan het bestuur, en ik hoop dat Jeffrey zich er ook in kan vinden. Het lijkt mij dat dat goed is om dat te doen, anders zou ik het niet zeggen. En ik hoop dat u dat ook vindt.
Ja, ik moet zeggen, wat vind je nou van? Hier ligt nog een Misschien mag ik als eerste even toelichten wat het bestuur ervan vindt. U zult begrijpen dat meneer Van Aanst en ik daarover contact hebben gehad over dit voorstel. Het is altijd een beetje vervelend. Wij steunen dit voorstel om op die manier discussies over personen en de vereniging en frustratie binnen de vereniging te vermijden. En op die manier recht te doen aan de belangen van meneer Hoekstaaf en van de vereniging door de commissie. Dat aan de orde te stellen, die dat dan, als je jou goed begrijpt, van over de volgende ledenvergadering rapporteert. En dan zullen we het staan op de commissie. En wanneer bent u van plan om de commissie te gaan laten starten? Wat zou mij zorgen houden? Dat is in dit geval afhankelijk van de persoon die jij uitzoekt om vanuit jouw positie in de commissie te zitten. Dan komt de persoon die vanuit of namens het bestuur in de commissie zit. Met de neutrale persoon die ze zelf uitzoekt, die er van af zou zijn. Die maken. En dan hopelijk het sport mogelijk van mij. Goed, heb je drie middagen en een avond voor nodig of wat dan ook verder om duidelijk te overleggen. Ja. En dan komt er advies uit en dan is het verder aan het bestuur om te kijken wat met, wanneer ze naar de leden gaan met dat advies. Maar dat kan niet vandaag worden gepost in zo'n situatie. Ik moet alleen ook over zijn dat ik best wel daarover moet nadenken. Hoor. Ja, ik vraag het niet over. Ik geef het alleen aan als optie. Ja, dit is ik heb de laatste dagen 10 keer met je contact gezocht, ook nog na de vergadering, was niet benaderbaar. Maar dit was dus het voorstel dat ik hem wilde voorleggen. Ik stel voor dat we, ik wil eigenlijk besluit dit voorstel voorleggen aan de vergadering. De vergadering kan de meerderheid van de stemmen besluiten om dat zo op te lossen. Maar dat hebben we nog andere reden dat hij moet het toch mee eens zijn. Ja. Nee, dat hoeft niet. Dan ga ik dan zeggen, ik wil een discussie doen of niet. Natuurlijk kan de vergadering het voorstel afwijzen, dan moeten we iets anders verzinnen. Dan hebben we beide die mogelijkheid niet. Mag ik voorstellen dat in stemming te brengen? Dus het voorstel is om het conflict tussen meneer Boekstaaf en de rest van het bestuur in een commissie van goede diensten om te brengen, die voor de komende ledenvergadering, in de volgende ledenvergadering rapporteert, en waarbij meneer Boekstaaf en het bestuur zich beide commenteren aan de uitkomst van die commissie. Mag ik vragen wie voor dat voorstel is? Mag ik vragen wie tegen dat voorstel is? Ik constateer dat het voorstel is aangepast. Goed, dus wij gaan elkaar ontmoeten in de commissie die benoemd wordt. En jij wordt uitgenodigd om een afgevaardigde te sturen. Wij zullen dat doen en die zullen samen Detail eventjes, het is niet gezegd dat jullie elkaar in de commissie ontmoeten. Oh, okay. De commissie kan ook apart met jou of apart met Jeffrey praten. Ja, of misschien ook niet. Misschien niet. Dankjewel. Het punt op de agenda was Oké, ik mis 2 punten op mijn agenda. We hebben geen spreker, en dat was gebruikelijk bij alle voorgaande ALB's. Tweede is, we hebben geen Republikein van het jaar, dat staat ook niet op de agenda. Dus, ik zou even zeggen, is dat een omissie of is dat bewust, is dat een bestuursbesluit? Nou, natuurlijk, we hebben geen spreker, omdat we een hele drukke agenda hebben die we willen bespreken. Het gaat over de strategie van de vereniging, over de successen die we gehaald hebben, hoe we die evalueren en hoe we daarop voort gaan bouwen. Dus we hebben bewust gesproken om niet een spreker uit te nodigen. En de tweede, ja, ik herinner mij dat we voor de vergadering in de Republikein van het jaar hebben uitgeroepen. Ja. Dus je kunt ook wel Republikein van het half jaar. Oh, ja. Ja. We gaan dat wel weer doen. Er komt dus weer een kandideringsmogelijkheid en iedereen kan weer stemmen. En we moeten kijken of we dat dan weer doen in deze vergadering. Of dat we openbaar zijn met iedereen op de leden kunnen laten stemmen. Dat strategie, is daar een beschik van dat? Ga je het allemaal uit? Nee, dat moeten we in het bestuur bekijken. Wat we... En dan heb je dit nu met ons bespreken. Ja, als u wilt, zijn er meningen over hoe wij volgende keer de Republikein van het jaar gaan verkiezen? We hebben over de strategie. Oh, ja, maar dat komt straks aan het einde. Ja, maar is daar een stuk van? Nee. Dus een open discussie. Oké, mag ik misschien wel even ingaan op de Republikein van het jaar? Want ja, zeker. Dat zit hier. Ja.
voor mij hebben geraakt in onze stem. Nee, wij hebben afgelopen half jaar een tiental keer contact gehad met mevrouw Henk, die iedereen kent het jaar geworden is. Ik was aanvankelijk heel enthousiast omdat hij naast me woonde. Hij heeft geen gehoor gegeven. Hetzelfde geldt voor de NOS. Daar heb ik naar ik denk een mailtje of 10 heb ik antwoord gekregen dat ze onze verkiezing eigenlijk maar niets vonden. Dat ze ook de hele onderbouwing niets vonden. En dat ze dus ook niet ons te woord wilden staan. Het leek mij heel interessant om juist ook met de NOS in overleg hierover te gaan. Ik heb van Joep van Henk dat ook. Ja. Het is heel jammer. Ik had met alle liefde hier ook de onderscheiding aan Joep van het Hek gegeven. Maar laat ik zeggen, we hebben hier heel hard ons best gedaan om uiteindelijk contact te krijgen. Dat is niet gelukt. Goed, dames en heren, dat is Floris Müller, dat je hem kent. En dan sla ik eventjes, dan doe ik even punt 1 en punt 3 wisselen. Dan gaan we nu eerst even over tot de uitreiking van het nieuwe bulletin. Kunt u dan ook even dus doorkijken, omdat dat wel een belangrijk punt is, omdat die vergadering een beetje doorloopt. Floris, jij hebt een heleboel exemplaren meegebracht, proefexemplaren weliswaar, er staat hier en daar een drukfoutje in. Nee, drukfout. Oké, okay. Zetfout, oké. Okay. En alle spelfouten eruit gehaald? Alle spelfouten eruit gehaald. Goed, sorry. Hallo. Ja. Wij zijn 3 maanden geleden begonnen, of 3, anderhalf volgens mij, maar 3 maanden geleden is het eerste idee geboren om een tijdschrift voor de leden te maken waarmee we eigenlijk het portfolio aan media uitbreiden om de leden te informeren en te enthousiasmeren. Dat we meer inzicht geven in wat wij doen. Wat het bestuur doet, wat de vereniging doet, maar dat we ook eventuele geïnteresseerden in uw omgeving mee kunnen krijgen in onze boodschap. Dat heeft geleid tot het Republikeins Bulletin. Het is geen encyclopedie, het is een dun blad, maar daarmee niet minder inhoud. Ons doel is ook om de leden zelf hier aan het woord te laten. Zijn we uiteindelijk geëindigd in een tiental stukken die door de leden geschreven zijn, maar die ook in gesprek met de leden geschreven zijn. Om zo echt inzicht te geven, wat leeft daar in de vereniging? We hebben hier achter een doos met de 50 eerste exemplaren. Hans zegt, er zitten nog een aantal spel- en drukfouten in. Geen spelfouten. De drukker is alleen vergeten om 1 foto af te beelden. Ik ga deze pagina er toch even bij pakken. U ziet hier een wit vlak. Dat geeft aan dat nog niet ieder ons helemaal gelegen is om verder te groeien en het blad uit te geven. Hier stond een foto met Fuck de Koning. En heel gek genoeg is die niet goed afgedrukt. Dit zijn de eerste 50 exemplaren. Die kunt u beschouwen als een proefexemplaar dat u erin kunt lezen. Wij gaan hier opvolgend met foto 2500 exemplaren drukken en aan alle leden toesturen. Die krijgen het dan automatisch toegestuurd. Ik ga het eerste nummer in ieder geval zonder foto aan Hans aanbieden. En dan wil ik voorstellen dat ik samen met Paul en Lex vervolgens even door de zaal loop om u allemaal een plat te geven. Bij deze. Maak even, er was volgens mij eerst in de bedoeling dat iedereen het blad de Republikein zou krijgen. Dat gaan we zo meteen weer. Ik wil eerst even het blad geven voordat we op de precieze samenwerking ingaan. Nou, de opmerking dezelfde sfeer. Uit welke begrotingspost is het betaald? Ja, hebben we het voor. Want we zouden de Republikeinen gaan doen. En nu is het geld uitgegeven voor iets waar geen enkele toestemming voor heeft gegeven, behalve het bestuur. Mag ik dadelijk het vroeger? Ja, dat wil ik eerst even. Tuurlijk, dat weet u dan. Het staat er nog op de agenda, maar wil ik eerst even doen. Hallo? Ja. Dan heb je hoe ze moesten horen, bent u allemaal niet meer aan het lezen. Dus stel ik voor dat we weer doorgaan met de vergadering. Er is terecht een toelichting gevraagd op het spantronen van het blad en de hele geschiedenis die eraan vooraf is gegaan. Er is ook, wordt ook op pagina 5 uitvoerig rekensom van gegeven. Wat is er aan de hand? Nou, heel lang geleden toen we opgericht werden, toen was dat de hofleverancier. Het was gesteld van blaadje dat ook paste bij de pionierstijd van het Nieuw Republikeins Genootschap. Enkele jaren daarna is er een initiatief genomen en zegt Jan, ik was voor het eerst uur daarbij
om een blad te maken dat toch een hogere waarde had, veel meer inhoud had dan dat gestemd hoofd is, die hoge gestemd hoofd. Dat is de Republikein. En hoe was die jaar verschijnt die nou? 13e jaar. Dus dat is na 7 jaar, dus we staan nu 20 jaar als het Republikeins genootschap, nieuw Republikeins genootschap. Dus na 7 jaar is dat initiatief tot stand gekomen. In 2005 was het ja. Ja, en ik herinner mij nog heel goed, dames en heren, dat circa 10 jaar geleden de Republikein en het Republikeins genootschap tot een groot probleem leidde. In die zin dat ook toen was het idee, kunnen we de Republikein niet als verenigingsblad uitgeven en dan hebben we dat bij elkaar gevoegd. Dat heeft toen een enorme bestuurscrisis teweeg gebracht, omdat heel veel contributiegelden daar naartoe zouden gaan, want we werden natuurlijk niet zo groot. We zijn echt gegroeid rondom de inhuldigingen, zo te zeggen, duizenden leden gegroeid. Er is een forse bestuurscrisis uitgenomen, dus die was afgetreden. Dus het is altijd een gevoelige zaak geweest hoe de Republikein en het Republikeinsgenootschap bij elkaar van zich verhouden. Maar er is eigenlijk, er zit daar geen licht tussen. Wij steunen elk jaar heel trouw de Stichting de Republikein met 2000 euro. En meer dan de helft van de lezerscharen van de Republikein zijn leden van het Republikeins Genootschap. Dus daar zit geen licht, geen inhoudelijk licht tussen. Alleen de Republikein bedient een bepaalde doelgroep. En we zijn dus begonnen met een nieuwe onderzoek of we de Republikein toch tot een blad voor de vereniging kunnen maken. En dat onderzoek hebben we anderhalf jaar geleden aangekondigd. Dat heeft zeg maar, in de loop van vorig jaar intensief zich afgespeeld. Maar je merkt al, als ik daar een jaar over praat, dan is dat toch blijkbaar wat moeilijker dan je aanvankelijk denkt. En dat komt ook denk ik omdat met name onder het hoofdredactieschap van de WDI Slaap het een nieuw elan heeft gekregen, een nieuwe drive heeft gekregen. We merkten dat en dat vonden we fantastisch. Het blad heeft echt een nieuwe inhoud gekregen waar we als Republikeinsbeweging mee verder kunnen. Maar dat doet niet af van het karakter van het blad. Het is een blad dat een traditionele opmaak heeft gehouden. Een blad dat je voor moet gaan zitten om te lezen. En wij wilden een blad dat we aan onze leden kunnen uitreiken. Dat je zeg maar, dat ook meer verenigingsnieuws heeft. En ook meer nieuws over de vereniging, activiteiten die we doen, verslaglegging en zo. En dat is toch wel iets anders dan het blad de Republikein. Ik weet niet hoeveel van u het blad de Republikein lezen, maar dat was dus toch een andere insteek. We hebben gezocht, intensief gezocht, naar hoe kunnen we dat in elkaar schrijven. De intentie was er en is er eigenlijk nog steeds. Maar uiteindelijk hebben we toch gezegd, dit past niet bij elkaar. Het blad de Republikein heeft een andere lezerschare dan waar wij voor bedoelen onze leden. Onze leden bevinden zich in alle lagen van de bevolking. We hebben erbij, die kunnen de contributie niet betalen omdat ze van de bijstand leven. We hebben rijke mensen, we hebben atheïsten, we hebben militairen, we hebben gelovigen, we hebben allerlei mensen. En dus moeten we dan voor een heel breed publiek schrijven. En dat is dat was best wel een schok voor alle betrokkenen dat we uiteindelijk tot die integere conclusie moesten komen. Van de Republikein zoals die nu is goed. Die is van grote waarde voor de Republikeinse beweging in Nederland. Maar wij hebben ook als vereniging de plicht om met onze leden meer in contact te treden. Sinds 2 jaar, sinds Steve secretaris is geworden, 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden, hebben we veel meer nieuwsbrieven gemaakt en dergelijke. Dus er is meer contact mee geweest met de leden. Floris heeft dat weer op een andere manier ingevuld. We hebben veel op de pers georiënteerd. Maar ja, de pers, de ene keer schrijven ze wel wat, de andere keer niet. Dat is niet voldoende om goed met je leden te communiceren. We hebben veel oudere leden. Oudere leden zijn niet zo gewend om een e-mail te lezen. Die willen daar toch iets in handen hebben. Of dat ze aan een man of een kind of kleinkinderen kunnen geven, wat op tafel legt. Dus wij voelden vanuit het bestuur de behoefte om toch een blad uit te geven. En, Frank, je hebt gelijk, we hebben dat aangekondigd 2 jaar geleden, we hebben toen ook gezegd, om dat mogelijk te maken, waar toen gingen we uit van dat we samen zouden gaan met de Republikein, hebben we een toestemming gekregen, een contributie met een tientje te verhogen, van 10 naar 15 euro. Want ja, voor 15 euro, het is al een hele kleine contributie, en als je voor dat tientje dat mogelijk kunt maken,
dan is dat denk ik goed. Want dat hebben wij van de vergadering gekregen. En daar hebben wij op gepoest. Omdat eigenlijk heeft je het uitgebreid mogelijkheid om te reageren. Goed, dus eerlijk gezegd waren wij helemaal zoals het op ons geflabbergast dat toen dat besluit kwam. Want we hadden ons daar zo op gehoopt dat dat tot stand zou komen. Om alle moverende redenen is dat niet gelukt. En er is een journalist van NRC hier. Hè. Er is een NRC en een NRC Next. Beide staan naast elkaar en bedienen een verschillende doelgroep. En ik denk dat je dat ook zo met de Republikein en het bulletin kunt doen. Daar zit een hele, is een andere doelgroep, een andere lezerspubliek. Je wisselt artikelen uit, je vult elkaar aan en je hoort dat dezelfde familie. Zo moet je het ongeveer zien. Nou, wij hebben het blad alleen kunnen uitgeven omdat wij secretaris hebben die professioneel uitgever is. Maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat iemand en voor het RG werkt en ook echt zakelijke contacten heeft. Dus het moment dat we besloten, wij gaan een bulletin uitgeven, dan gaan we zoeken naar een uitgever waarvoor de hand of gelost dat zou zijn. Dan denk ik, ja, dan moeten we ook stoppen met de relatie als secretaris. Dus dat hebben we ook afgekapt. Floris is tot en met einde deze maand als secretaris en daarna wordt hij uitgever van het blad en wij als bestuur namens u hebben de verantwoording voor het blad, voor de inhoud. Dus laat er geen misverstand over zijn. Hij moet doen wat wij hem vragen. Hij komt natuurlijk met professionele voorstellen, zo gaat het. Nou goed, hoe zit dat dan? Wat is de planning? Nou, wij zullen moeten afwachten wat u van het blad vindt. Daarom is ook deze vergadering iets uitgesteld. Daarom ook heeft u nog geen contributienota ontvangen. U kunt zich voorstellen dat wij heel druk zijn geweest met het rapport over de kosten van de monarchie. Dat heeft veel energie gekost. We hebben nog een ARM-conferentie gehad vorige week. De koningsstap kwam ertussen. Het is een buitengewoon druk jaar geweest voor het hele bestuur en het secretariaat. Dus we hebben gezegd, laten we nou eerst deze vergadering het eerste exemplaar uitreiken. Kijken wat de eerste reacties zijn. Wij willen graag toch een positief gevoel van u hopen wij te krijgen. Dus we zetten de goede weg. We hebben gebudgeteerd dit jaar, zo te zien in de begroting, 2 exemplaren. En de planning is 3 exemplaren per jaar. En dat 2 exemplaar kunnen we dan evalueren in het najaar. Bij de volgende ledenvergadering, als u dan zegt, nou, dit is goed, dan kunnen we voor het volgende jaar die begroting samen opstellen op basis van 3 exemplaren. En ik kan u zeggen, u kunt dat ook in de begroting zien, het is een heel voordelig contract. En daar mogen we blij mee zijn dat we dat kunnen doen. Maar goed, het blijft een commercieel contract, dus als voorstaan werk verdient, dat is geen misverstand. Het is gewoon een zakelijk overeenkomst. Dat noodzaak ontstaat ook om, ja, dan is die dus weg van het secretariaat, dan moeten we het secretariaat anders invullen. En daarom zullen we volgende maand een vacature voor een nieuwe secretaris openstellen. Een ambtelijk secretaris, maar die hoeft dan veel minder te doen. Die hoeft dus niet met name die publiciteitsaandacht te geven waar Floris in dienst is genomen. Dat is zijn sterke punt en daarvoor hebben we hem ook een jaar geleden in dienst genomen. En dat heeft dus ook resultaat opgeleverd. De komende secretaris zal meer zeg maar, intern, de leedbinding, het werven van leden, het fundraising zich op moeten richten. Want we komen in de volgende fase. Ik denk dat met het goede staat ook even bij stil te staan. 2,5 jaar geleden, toen we aantraden, Lex, en met Paul je dat wat later aangeschoven, toen hebben we mochten we een legaat bijboeken op onze balans, een legaat van Ton Johannessen. Ton Amsterdammer heeft de inhuldiging meegemaakt. We hebben heel veel aan te danken gehad dat hij ons toen geholpen heeft dat te organiseren. Ton en zijn vrouw zijn bijna tegelijkertijd gestorven en hadden geen kinderen. En heeft ons, als ik het goed heb, 10.000 euro aangemaakt. En toen hebben wij gezegd, dat willen wij gaan proberen te gebruiken om de vereniging te professionaliseren. En daar zijn we dus nu 2 jaar verder mee en daar hebben we de volgende resultaten mee bereikt. We begonnen met Steef. Steef Jong, journalist, 1 dag per week. En die heeft ons geleerd hoe je die nieuwsbrief goed inzet. Maar heel belangrijk ook hoe je fundraising doet. Crowdfunding. We hebben 2 succesvolle crowdfunding-campagnes gehad. 1 over de kinderspelen. Die hebben we besteed aan video's op de televisie over de invoering van de kinderen. Heel slechte zaak is. En de tweede was ja, de kosten van de monarchie. En dan leverde 15.500 euro. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. En daarmee hebben we dat rapport van de kosten van de monarchie kunnen financieren. Dat René met zijn redactie
heeft uitgevoerd. Dus dat rapport heeft lang geduurd, met name ook wanneer ik het goed heb, je wilde het rapport van Balen wachten. Dat was toen die commotie rondom die deal die de Hollanders zouden hebben gemaakt. Ze gingen belasting betalen, dan spreken we terug, een beetje schillig. Maar goed, Steef ging naar een jaar weg, carrière gemaakt, werk bij de Universiteit van Wageningen, alles gebeurd. Dan zitten we, de continuïteitsvermiddeling, de Lucie, nieuwe secretaris, die zijn bij Floors uitgekomen, die sterk is in de media, op een andere manier, journalistiek sterk is in de media. En daar hebben we toch gezorgd, we hebben een nieuwe website. Niet verkeerd. We hebben een blad wat u nu voor zich ziet, niet verkeerd. En we hebben denk ik, mag ik toch zeggen, een rapport ook heel goed, een rapport over de monarchie, heel goed naar de pers gebracht. Ook dat is een kunst. We hebben de hele Nederlandse pers gehad. Tot en met het 8 uur journaal met de redactie van de minister-president. Mogen we daar even bij stilstaan na 2 jaar? Dat is echt geen kattenmisdaad. Dus ik denk dat wij dat legaat van Tony Walsen, hij hoeft zich niet om te draaien, weet je wel. Hij kan rustig blijven leven, dat is goed gesteld. Nou goed, en dan zie je dus dat de uitkomst van die 2 jaar is hard werk. Nou, misschien wat struggelingen, wat commotie, wat discussies. Maar dit bestuur heeft wel de verantwoording genomen om te besturen. Wij komen 2 keer per jaar terug, vragen een soort mandaat en gaan dan aan de slag. Nou, dat resultaat ziet u nu voor zich. Dat is een beetje de geschiedenis, de weergang, zoals de Duitsers dat zeggen, van de totstandkoming van dit blad. En onze bedoeling is nu om het heel duidelijk in te zetten bij de ledenwerving. We hebben, ik heb de cijfers vanmorgen nog gekregen van, kijk, we hebben op dit moment 2537 leden, althans personen die ingeschreven staan als lid in onze administratie, en 3620 sympathisanten. Dat is bij elkaar 6157 personen. De laatste 2 maanden hebben zich 94 nieuwe leden aangemeld en 118 nieuwe sympathisanten. Ik vind dat teleurstellend. Met die nieuwe leden, met die nieuwe sympathisanten. Als je de hele Nederlandse pers gaat met zo'n rapport en er komen 200 leden uit, dan moeten er 2000 zijn. Daar. Zo moeten we toch gaan. En, dus wij willen dit bulletin gaan inzetten voor ledenbinding, want we zien dat leden niet altijd een contributie betalen. Die zeggen waarschijnlijk van ja, wat doe je nou de hele tijd? Ik krijg een e-mail, die zie ik nooit, of dat gaat fout. Nee, hij krijgt iets op zijn deur. Dat is heel concreet. Dus wij willen dat inzetten voor ledenwerving, voor ledenbinding, maar ook al die sympathisanten overhalen om lid te worden. Daar zit een hele grote bron van inkomsten en continuïteit voor onze vereniging. En als wij 2000 mensen nog overhalen, dan hebben wij 15.000 euro extra. En dan kunnen wij iemand professioneel van de hele week in. Een fulltime in. En dat is, dan volgen wij de Engelsen. Wij zijn het Engelse voorbeeld van onze zustervereniging daarvoor, van de Republic. Die hebben, we staan 10 jaar, die hebben 2 fulltime medewerkers. Die hebben elke week persberichten, nieuws, die zijn op de BBC, we waren vorige week in Londen, hè, met de Royal Wedding, ook zij kwamen daar in het nieuws, bij de BBC. Heel professioneel. Daar willen we naartoe. Die beweging moet handen en voeten krijgen. Daar moet meer rekening gehouden worden. We hebben ook plannen voor de toekomst, dat zullen we op het einde van de vergadering nog op aankomen. Dus, wat samengevat, want ik heb heel veel verteld, dit blad staat centraal, is het meetpunt, zeg maar, van het beleid van het bestuur, in de laatste 2,5 jaar. Dat hebben we ervan gemaakt met al die andere dingen die erbij komen. Maar ik kan me voorstellen dat er ook vragen komen. Mag ik vragen of er vragen zijn? Wacht even, als eerste de hand. Vang ook even hoor, ja? Nexi heeft de microfoon. Kom daar nog. Jij, Bram? Bram is... Bram, wat doe je ook alweer? Hoe noem je dat zelf? Wat is je elevator pitch? Ik ben ghostwriter en online marketeer. Oké. Ja? Als ghostwriter en online marketeer, dan moet je dus heel voorzichtig zijn. Ja, fantastisch. Wat er bereikt is met die kosten van het Koningshuis actie, alle media gehaald. En vervolgens er niet op kapitaliseren, dat is heel jammer. En ik denk dat dat vanuit mijn vakgebied ligt aan het online gedeelte. Want wat doe je vervolgens als je in alle kranten staat, als je alle tv-zenders haalt? Dan
Ga je bijvoorbeeld Facebook-advertenties plaatsen? Ga je Google-advertenties plaatsen voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn rond dat onderwerp? Want dan is het in het nieuws, dan willen ze zich misschien aansluiten. De website kostenkoningshuis.nl was geen duidelijk beleid om mensen lid te laten worden of een bijdrage te geven, eenmalig. Wat Republic, de Engelse site, wel heel erg goed heeft gedaan. Hè? Daar kun je heel erg kun je een euro of een pond geven, geloof ik al. Dus wat lijkt mij in tegenstelling misschien tot het bestuur slim om te doen met 40% van het contributiegeld, want daar heb je het over als het een tientje is, dan is het niet om het aan de logistiek van een tijdschrift uit te geven, 15.000 euro, ik heb het vorige vergadering ook al gezegd, maar dan voor de Republikein, maar om in ieder geval een deel daarvan ook aan ja, online marketing uit te gaan geven. En dat is dus niet voor het produceren van content, want ik geloof zeker dat dat iets is voor de leden en dat er genoeg mensen zijn die goede stukken kunnen schrijven enzovoort. Maar dat je een deel van die 15.000 euro, misschien wel helemaal, gaat steken in het werven van nieuwe leden en in het crowdfunding acties enzovoort, wat eerder al is ingezet. Dus dat is mijn opmerking. Ja, dat is inderdaad een keuze die we gemaakt hebben. Ik heb daar een beetje aangegeven, met name omdat wij nog oudere leden hebben, hebben wij die keuze gemaakt om in print te gaan. En dat niet weg dat wij heel goed weten, het gaat om dat wij fondsenwerving doen. Hè? Mensen overtuigen van onze, informeren en overtuigen van onze mening. En daar een fondsenwerving doen, zodat we steeds krachtiger worden. En daar moet je denk ik nog iets zuinig van werken, dan moet je en druk hebben, en social media, en mond-op-mond reclame, en ik weet niet hoe het allemaal nog meer werkt. We zijn vorige week in Londen geweest, daar was een conferentie van de Association of European Republican Movements, en daar hebben we allerlei workshops gedaan. Daar waren mensen uit Noorwegen, Zweden, Spanje, Engeland en Nederland, België werden er niet, kunnen we straks op terugkomen, en hebben we geleerd ook van die Engelsen hoe ze een online campagne voert, hoe dat werkt. Geeft het dat aan. Dus wij zijn er nog niet. Dit is een eerste stap. We hadden een keuze kunnen maken om social media te doen. Je pakt waar je mogelijkheden toe hebt. Met vroeger zaten we meer in die hoek. En B, vanwege de van oudere leden die op die manier toch naar het rugelijk hebben gegeven. Dat is goed. Ik ben ook zo'n stuk. Ja, ik ben bijna 70 volgend jaar. Maar, nee. Juist, zie je, wat ouderen, die zijn al lid. Ja. En je moet dus zoeken naar jongere leden. Reeds. Dat wou ik even terug brengen. Want anders is het niet. Punt. Ja, wij willen dus beiden proberen het te bereiken. Ledenbinding is ook belangrijk. Hè? Op dit moment zien we dat wij onze leden niet voldoende ertoe kunnen aanzetten om de contributie te betalen. Je hebt er nog enkele honderden vorig jaar niet betaald en dat is pijnlijk. Daar zitten we echt mee, dat heeft financiële consequenties. Dus de ledenbinding is al moeilijk genoeg. En ondanks dat wij de laatste maanden veel nieuwsbrieven verstuurd hebben, ook op instigatie van enkele mensen die zeiden, maar nee, we zien jullie niet op in de e-mail nieuwsbriefbox binnenkomen. En ondanks die mediacampagne die dus maar 200 mensen lid worden. Maar goed, we hadden ook op moeten zetten, wordt nu lid. Dus we zijn bezig, dames en heren. We doen een heel. Maar als ik Frank daar nog wat over mag zeggen. Ja. Jonge mensen moeten lid worden. We hebben dat misschien net van 50 keer in Nederland gehoord ook. Die moeilijkheid is met een hoop leden. Kijk, jonge mensen, en dan sluit ik bij Bram aan, die worden geen lid. Die doen mee aan campagnes, die willen je steunen. Per item, hè, als je nieuws gemaakt hebt. Dus Bram heeft gelijk dat we veel meer hadden kunnen kapitaliseren na die actie met rapport Slaap. Had gekund, maar wij lagen zo ongeveer op het schat toen we ermee klaar waren. We waren hartstikke moe. Je bent gewoon doodmoe. Dat is gewoon echt keihard gewerkt, een paar honderd uur. En op een gegeven moment is het over. En je hebt de organisatie nog even niet om dan door te pakken en dat te doen weer. Maar, we hebben een massa even niet, dat is eigenlijk punt. Je hebt geen ongelijk. Ja. Maar het is wel zo dat je toch moet richten op de 50 minners. Heel min. Onzekerstand. En de vorige keer, die meneer die net gezegd bij zijn naam heeft gepraat. Bram heeft er voor de vorige vraag in februari ook al gezegd, jongens, doe hier wat mee. Ja, nou, ik heb, ja,
Nou, eerst even meneer, anders dan... Mijn naam is Harry de Boer en ik kom even terug op de Republikein. Dus dat moet wat we zouden krijgen, omdat we 10 euro of meer betaald hebben, dat gaat dus niet door. Maar op de begroting staat nog steeds die 2000 gulden die de Republikein van ons krijgt. En dat zou voor een jaar, of we hadden daar 2 jaar geleden of 1 jaar geleden nog zo over vergaderd, zou dat voor 1 jaar besloten zijn en dan niet meer. En het staat nog steeds op de begroting. En dat kan ik dus niet helemaal nemen. Nou ja, omdat wij gewoon zien dat het Blad Republikein een hele belangrijke functie heeft binnen de Republikeinse beweging in Nederland. We hebben 2 verschillende doelgroepen, en Marcel en als next. Blijven wij dan overkort steunen? Dat is heel belangrijk. Het Blad is toch meer leidend in de opinievorming, denk ik. Hè? De wetenschappelijke, op zich de wetenschappelijke beschouwingen die erin plaatsvinden. De analyses. En wij zijn toch wat meer van de activiteiten. En wat we doen. De activistisch. En je kunt het op allerlei manieren omschrijven. Als je van beide bent geabonneerd, leg je dus als een kijk, kunt u het zelf karakteriseren. Maar wij blijven overkort, althans datzelfde bestuur voor, de Republikein steunen. Geen misverstand. Daar zit geen licht tussen. Het zijn gewoon. Het is de Volkswagen en de Seat. Maar dan moeten de vergadering wel in stand te komen. Ja, u krijgt dadelijk een behandeling de begroting. Als u het er niet weet, kunt u het Maar dan is de. Ja, dan kunt u het wel stemmen. Wat vindt u van wat als u me toestaat? Wat vindt u er uiteindelijk van dat we ze steunen? Dat is dan de vraag. Formeel zegt u. Ik heb een dure tandarts, wat dacht je daarvan? Ja, Goed, zijn er andere vragen? Ja, ik heb 2 dingen. Eén is, wacht even op de microfoon. Ik kom eraan, niet zo snel. Dankjewel. Oké, doet hij het? Ik denk het wel. Ja. Allereerst is het zo dat vorig jaar dus gestemd is. Voor de kosten van om de contributie te verhogen ten behoeve van uitgaven van de Republikein. Daar heb ik voor contributieverhoging gestemd. Niet voor een blad waar ik niet om gevraagd heb. Dat is 1 ding. Ten tweede, je zegt dat je het graag dat je het hebt uitgebracht of wil uitbrengen voor onder andere communicatie met je oudere leden. Ik heb de vormgeving net bekeken. Sorry, het is allemaal heel klein. Dingen gaan lopen in elkaar over. Dat is voor oudere leden vaak helemaal niet zo goed te zien. Dus daar zou echt nog eens naar gekeken moeten worden als je daarmee verder wil gaan met degene die dit heeft vormgegeven. Ja, dat zullen we zeker meenemen in de evaluatie. Het logo is niet zichtbaar, dat is ook een ding. Ja, het is een, ja, dat zijn toch allemaal dingen waar je aan moet denken. En bovendien, ik ben het ook eens met Bram dat er veel meer online advertenties moeten worden ingezet. Want daarmee kan je met een hele lage kostenpost, kan je heel veel mensen bereiken en ook doelgroep gericht. Veel meer dan met een papieren uitgave. We hebben het voornemen van het bestuur om de rest van dit jaar te besteden aan hele gestructureerde acties richting leden en nieuwe leden en sympathisanten. Ik heb Bram ook net uitgenodigd om er mee te denken over dat we vanuit die 6000 adressen die we hebben dat opbouwen. Het is een nieuw. Jongens, we hebben zo hard gewerkt hieraan. Nu komt de volgende fase. En dan nemen we heel graag al die suggesties mee. En misschien moeten we ook wel zeggen in de herfst van joh. Stel, we hebben de komende half jaar heel succesvol 1000 nieuwe leden geworden. Werk met dat blad, alles online, hè? Want dan lijkt dat succes te hebben. We zullen het zien. Nou, ik zeg niet dat het niet helemaal niet uitgebracht zou moeten worden. Het gaat mij er meer om dat dat vooraf even gevraagd had mogen worden. Nee, we hebben, dat zei ik net ook, het bestuur gestuurd. We moesten handelen. En we hadden in november een vergadering gehad. In december, begin januari, met een jaarsprogramma. Naar buiten dat die samenwerking niet lukte. En om dan weer een half jaar te wachten voordat we weer verder kunnen, is het jaar voorbij. Dus we hebben gekozen om te handelen en daar werken we nu voor handelen. Maar het mailtje had je al kunnen sturen. Ja, maar we hebben wel geïnformeerd. Ja, over, maar dat is geen verantwoording, dat is informeren, dat is niet verantwoording. Dat doen we nu. Anje.
Ik begrijp dat het plot ook een wervend karakter moet hebben, maar concreet is de vraag, komt die ook bij de schipper die stond op de mat? Ja, de bedoeling is, de begroting van dit jaar is dat we het volgende exemplaar naar alle sympathies op gesproken. En daar willen we dan heel nadrukkelijk een wervingscampagne uitkoppelen van word nu lid, doneer lid van alle, dat moeten we goed bekijken. Oké, dan kun je dat zo uitbouwen. Dat is heel duidelijk, ja. De functie is wederwerving. Want in het tweede, want dit is alleen maar verleden. We hebben het dus altijd niet moeten betalen dat niet moest. En wacht, daar is het. Ja, ik ben Twan Lamers, ik heb het blad doorgekeken en er staan aardige artikelen in, maar één ding choqueert me zeer. En dat is namelijk op bladzijde 10, linksonder, dat de oude koningin, nu prinses Beatrix, op deze schandalige manier wordt afgebeeld. Ik vind het niet kunnen. Ik ben er ook gechoqueerd. Omdat dit, ja. Moet ik u uitleg geven? Nou, als u dat beeld ziet, dan neem ik aan dat u het wel begrijpt waarom ik zeg. Ja, dat is goed mevrouw. Nee, maar ik begrijp meneer wel. Ik begrijp u ook. Dat zijn smaken verschillen. Dit is inderdaad, dit is een hand die je opzoekt. Vroeger zullen we iets over zeggen, anders heeft de foto aan elkaar gekocht. Ik snap dat die afbeelding niet in ieder even smaakvol overkomt. Het punt is dat wij niet zozeer over de smaak gaan. Dit was een ingezonden stuk door een van de leden. Je heeft hier een kunstzinnig project, dat staat ook bij het bijgevoegde artikel. Een kunstzinnig project waarmee hij discussie over het Koningshuis met name jonge mensen wil aangaan. Dat is dus een kunstzinnige uiting. En ik vind dat je daar wel dat moet afdrukken. Daar kunt u zichzelf niet in vinden, daar kunt u de stijl niet waarderen. Dat vind ik heel vervelend. Maar ik vind bij zo'n ingezonden stuk en een lid die dat doet, moet je dat af willen. Ik vind te alle tijden, ook in bladen die ik zelf uitgeef, moet je de keuze maken wat wil je doen en wat kan je doen. En wat je niet moet doen, je moet geen discriminerende teksten, je moet niet provoceren om het provoceren, maar dit is afbeelden wat er leeft onder de leden. En daar, het is op het randje, dat moet ik u toegeven. Het is zeker niet de bedoeling dat wij hier met dit blad provoceren, dat we haat verspreiden of iets dergelijks. Maar wat mij betreft zit dat nog wel binnen die grens. Heb ik daar een beetje een reden over? Ik ben een fanatiek republikein. Ik straal het overal uit. Ik geef nog steeds onderwijs aan studenten en ik kom er rond vooruit dat ik republikein ben en waarom. En als ik nu, stel je voor dat een van mijn studenten dit blad in de hand zou krijgen en die zou dat zien, die zou zeggen, Twan, dat meen je toch niet? Dat kan toch niet? Je moet respect hebben voor iedereen. Maar mag ik hier even nog, om niet de hele discussie hier naartoe te trekken, mag ik u voorstellen, want ik denk dat dat ook het idee is van het blad, reageer hierop. Daar staat ook een mailadres bij deze briefrubriek. Reageer erop, want ik ben, en ik denk wellicht dat andere leden hun mening delen, en ik denk dat het juist ook belangrijk is dat we die discussie met z'n allen aangaan. Dus ik wil u van harte uitnodigen om wat te reageren. Ik denk dat mensen. Hallo, ik hou hier de vergadering even zitten. Moment, ik wil even wat toelichten. Ja. Die foto komt uit deze brochure. Dat is een kunstobject. Hoe moet ik het noemen? Jos Deene is de auteur van die brochure. Hij heeft gevraagd of hij straks even dat mag toelichten. En dat is op het einde van de vergadering, niet nu. Dus het is het is iets van substantie. Meneer Deene, heel kort mag iets zeggen. Ik wil dus zeggen dat het niet provocatief bedoeld is, maar meestal is het met provocatie. Dat gaat via twee richtingen. Iemand voelt zich geprovoceerd. Maar dat wil niet zeggen dat degene die het gemaakt heeft, het heeft gemaakt om te provoceren. Ik maak al 30 jaar fotocollages, maar schilderij kritische fotocollages. En de titel van een
Oeuvrelijke taal is die 4 jaar geleden is uitgekomen van 2 delen, 800 pagina's. Die hebben de titel meegegeven en niet voor niks. Art is like religion, preaching to people of the same faith. Want je bent eigenlijk gewoon aan het prediken, net als hier het Republikeins Genootschap. Het is eigenlijk prediken voor eigen parochie. En degene die zich geprovoceerd voelt, die kan ook eens nagaan denken van wat is eigenlijk de bedoeling, want die brand die hangt bij mijzelf in mijn atelier en voor de etalage. En als je ziet hoeveel mensen dat daarna gaan kijken en met elkaar een discussie gaan en lachen, het is ongelooflijk. En dat er dan een paar wij zijn die, die het niet vinden kunnen, zwaar het seizoen. Oké, dat gaat niet tegen, dus we gaan er straks nog even op terugkomen. Ook dat hoort blijkbaar bij onze beweging, hè? Allerlei dingen komen voor. Boudewijn, en natuurlijk krijg je ook het woord. Natuurlijk. Ja, maar hier, wij hebben de vorige keer, 2 ALT's geleden, was Maarten van Rossum hier ook, en die sloot af met de woorden. Je richt je op de kwalijke situatie dat er een erfopvolging is, en onthoud je van het bestje van personen. En ik wou hier nog een keertje zeggen. De monarchie moet bestreden worden, maar de mensen die lid zijn van het Koningshuis, die dienen net zo goed als iedereen ander met respect behandeld worden. En dat u dat mooi vindt, zo. Goed, er zijn nog verder vragen over de totstandkoming van het blad. Mijn naam is John Prop, ik weet niks, ik ben de eerste keer hier, ik weet niks over de hele totstandkoming van het blad en de discussie die is gevoerd over de Republikein. Als vormgever wil ik graag een opmerking maken over de voorkant. En dat is, als trots Republikein vind ik het erg jammer dat het woord Republikeins heel voorzichtig en heel schuchter, klein, is afgebeeld. En het volkomen neutrale wordt bulletin groot. Dat mogen wat mij betreft ook zijn mensen anders doen. Dat wil ik even zeggen. Nee, maar dat nemen we graag te harte. Goed, mag ik dan de discussie hier? Het is heel kort. Waarom heel kort? Ja. Ja, ik ben nog steeds helemaal voor online, maar ik wil wel zeggen dat het punt natuurlijk dat je dat zo'n blad aan 6000 sympathisanten stuurt en dat daar misschien nieuwe leden uit rollen, dat dat een slimme investering zou kunnen zijn. Is er een doelstelling van hoeveel nieuwe leden je met het toesturen van het wervingsblad wil krijgen? Ja, nou, ik heb dit antwoord niet voor, maar ik weet het echt niet. Ik denk dat we in die werkgroep die we met elkaar gaan vormen, die doelstelling moeten formuleren en dan kijken of we dat gaan halen. Maar ik zou iets van 1000 kunnen voorstellen. Ik vind dat we hebben sympathisanten en die schurken tegen ons aan. Dat is ook wat Paul net zei. Niet iedereen wil tegenwoordig meer lid worden. Je kunt vragen, doneer. Dat is wat we in Engeland ook gemerkt hebben. Het belangrijkste probleem waarom je geen donaties krijgt, is omdat je het niet vraagt. Je moet de mensen vragen en dan willen ze het heel graag geven. Een pond, een euro, of misschien wel 100 euro. En dat vragen, dat moeten we gaan doen. Wij zijn te bescheiden geweest. En ik denk dat met de successen die we nu hebben getoond in de pers, met het rapport en dergelijke, dat we wel degelijk rechtvaardig die vragen kunnen stellen. Goed. Ja, ik wou nog even wat zeggen. De discussie van de afgelopen 9 minuten toont duidelijk aan dat wij weer behoefte hebben aan een beleidsplan van onze vereniging. Dat hadden we. Dat is 31 december 2017 was dat klaar. Dat was het beleidsplan 2015-2018. Dus wat we nu voor beleidsplan hebben, we hebben niks. Daar kan het allemaal keurig in. Ja, zowel naar de jongeren met lidmaatschap of zonder lidmaatschap. En of ze nou 8 euro of 97 euro geven, dat maakt er niet uit, maar maak die zaak bekend bij andere mensen en maak daar onderdeel, actief onderdeel van het beleid. Want jij zegt nu, ik weet niet eens wat onze doelstelling is. Ja, je mag van de voorzitter wel iets verwachten op dit gebied, maar als je dat niet weet, dan moet je het vaststellen met ons allemaal. Opstellen, 7 A4'tjes en klaar. Misschien maar 5. Dus dat beleidsplan is dat niet op papier, dat zit in onze hoofd in. Ja. Maar nee, dat heeft gelijk. Maar beleidsplan moet je met z'n allen vaststellen. Van onze beleidsplan, helemaal terecht. Want dan kunnen we daar veel beter over discussiëren dan dat ik je iets vertel en nu op ben. Ja, misschien moet ik het beleidsplan wel laten schrijven door een aantal leden, weet jij veel. Er ligt natuurlijk wel een begroting. Microfoon.
Nee, natuurlijk niet, maar je vroeg, hebben we hierbij een doel? Nou, dat kun je uit, dat kan iedereen. Dat is een zeer bescheiden doel, dat je natuurlijk wel kunt distilleren. Dus in die zin is het evolueerbaar wat we doen. Hè? Dus de maatregel is. We hebben op het einde van de vergadering hebben we over de strategie discussiëren. Ja. Ik kan je voorstellen dat we dat proberen te verwoorden in de beleid. Dan hadden we zeggen, maar ik heb het nog eens zo zeggen. Oké, goed. Dan gaan we over naar het volgende. Ja, dankjewel. Ik ben het eens met Josephine, wat er gezegd is over het blad, de Republikein en ook over het blad. Dat er in de vorige vergadering is gezegd, komt de contributieverhoging. En door die contributieverhoging is het mogelijk dat ze de Republikein krijgen. Ik heb in de vorige vergadering ook gezegd over de Republikein dat het heel erg fijn zou zijn als dat zou gaan gebeuren. Omdat het een heel goed blad is, overigens wat ik zelf wel een heel goed leesbaar vind. En zo, ik heb geen universitaire opleiding, maar ik kan heel goed die artikelen lezen in de Republikein. Dus en wat dat betreft, ik heb de bulletin hier doorgenomen. En ja, het is een soort glossy blad, maar ik vind het echt, het haalt het niet bij de Republikein. Ik zou veel liever de Republikein willen. En ik zou ook veel liever willen dat er toch weer onderhandelingen zouden komen om dit mogelijk te maken. En wat er ook gezegd werd over het beleid. Dat gewoon eigenlijk op de een of andere manier in beleid ter sprake weer zou moeten komen en dat het gewoon de onderhandeling weer geopend moet worden. Want ik vind het echt heel jammer dat we dit zouden krijgen en niet de Republikein. Dat wil ik toch even gezegd willen hebben. Ja, het is ook zo dat wij voortdurend in die discussie is niet afgerond. Hè. We hebben, er was een noodzakelijk plan uitgegeven volgens het bestuur, we hebben daarbij gehandeld en dat gedaan. Maar wij zijn nog steeds in contact met de Republikein over een hele uitstekende relaties. En dat blijft de mogelijkheid, laat er geen misverstand over zijn. We moeten even kijken hoe zich dat nu gaat ontwikkelen. Dat is wat ik erop kan zeggen, dus dit schik ik niet. Maar u geeft ook toch eigenlijk precies aan wat er aan de hand is. U zegt, ik lees met plezier de Republikein. En dit is een glossy blad. Te veel van onze leden willen die Republikein niet lezen. Ik lees hem overigens wel. Die wil niet lezen. Maar is daar over gestemd dan? Maar dat is een heel ander onderwerp. Hoe kan je dan concluderen dat de leden dat niet willen? Nou, we hebben hem een keer rondgestuurd naar alle leden. Er zijn nauwelijks nieuwe lidmaatschappen voor de Republikein uitgekomen. Ja, maar we hebben er voor de vergadering over gestemd. Dat was iedereen mee eens. Dat we hem zouden krijgen, dus. Akkoord, en dan kunnen we voor... Dat zou je dan nu eigenlijk terug moeten draaien in stemming? Akkoord, en dat zullen we ook zo meteen horen, maar wat we vaststellen is dat de mensen die direct... Nee, die kan je niet vaststellen. Nou, dat de leden... Nee, we hebben vorige leden vergadering vastgesteld, juist dat iedereen wilde ontvallen. Ja, dat hebben we dus ook geprobeerd. En we zijn tot een andere concept gekomen. Ja. En ja, want dat kan zijn dat dat dus verschillend wordt opgevat. Ik wil toch iets spreken dat uit het feit dat in het verleden wel eens een keer de Republikein is rondgestuurd en dat dat niet tot een grote abonnee toename heeft geleid, dat daar de conclusie uitgetrokken kan worden hoe RG'ers tegenover de Republikein staan. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen een grote belangstelling voor hebben, maar de barrière van een lidmaatschap van een abonnee kosten van zo'n €40 hoog vinden. De gedachte dat de Republikein vanwege zijn kwaliteit het blad zou worden en dat dat binnen dat dienst zou gaan schrijven, is een heel ander perspectief. Met andere woorden, je kunt niet uit eerdere publieksacties waarbij de Republikein werd toegestonden en wat zich niet vertaalde in een grote toename van abonnees, de conclusie trekken dat daarmee het blad als minder geschikt wordt ervaren door de gewilde RG'er. Ik denk dat dat een heel juiste conclusie is. Goed, mag ik dan overgaan tot het volgende? We hebben een aantal andere agendapunten, dus laten we kijken dat we die ook behandelen. Dat zijn de notulen. Die heeft u allemaal ontvangen in de laatste nieuwsbrief. Die is gisteren gestuurd. Ik hoop dat u daarvan heeft kunnen kennis nemen. Zijn er vragen over de notulen? Ik heb een opmerking. De notulen die zijn gisteren gekomen, ik ben gewend in besturen dat ze minstens 14 dagen van tevoren komen, vind ik maximaal. En ik denk dat wij nog een jaar moeten duren voordat ze er zijn. Dat vind ik heel erg. Ten tweede
zijn de notulen, die zijn verwarrend, want er zijn ook actiepunten ingedaan die later door het bestuur, zoals het bezoeken van meneer, van het hek, hè, die, dat hoort er niet in te zitten. Dat soort dingen. En als je dan die notulen een beetje meer professioneel wil maken, is mijn suggestie, maak een Excel-bestandje met een soort to-do-lijst erin en zet die op het internet, zodat we allemaal kunnen zien wat er aan de hand is en wat er mee is gebeurd. En dan kun je de notulen, want dat is een ander verhaal, dat is, de notulen zijn eigenlijk een procesverhaal. En zouden we naar de rechter moeten, wat ik niet hoop, dan zegt de rechter, wat is dit? Hier neem ik geen besluit over. Dus die notulen moeten echt anders. Ja, we hebben inderdaad gekozen voor een beschrijvende manier, een toch update. Natuurlijk zijn gebaseerd op een audiografisch verslag van de vorige vergadering. En dat is de laatste weken uitgewerkt. Dus hebben we wat dingen kunnen toevoegen die sindsdien gebeurd zijn. Ik geef dat toe. Het geeft wel wat meer actuele kwaliteitswaarde. Ik ben het niet met u eens dat we een actiepuntenlijst hebben moeten voegen. En ik vind dat de notulen best acceptabel zijn. Maar het gaat bij de vraag die ik nu heb, is naast dat we dat erachter nemen, dat we dat opnemen in de notulen van deze vergadering, zijn er inhoudelijke vragen. Een opmerking, Hans. Ik ben heel blij dat jullie gedachte bij jullie was. Bij punt 1 dat het bestuur voltallig aanwezig was. Ik was er niet, om een fysieke reden. En het spijt me dat jullie me niet gemist hebben. Dat is punt 1. En dan heb ik bij punt. Ik wil graag later in de vergadering terugkomen op punt 4. Op de onderste alinea daarvan, de secretaris is niet alleen aangetrokken voor berichten te schrijven op de site, op de sociale media en de nieuwsbrief. Nou, daar wil ik later op terugkomen, want dat is volgens mij niet of nauwelijks gebeurd. Dan heb ik eigenlijk hetzelfde bij. Misschien, ik wil dat toch graag even bestellen. Nee, sorry, maar ik was nog niet klaar. Hoor. Dan start het bij punt 10, dat is. Ook weer de onderste alinea. Volgens de secretaris groeit het aantal bezoekers dat via Facebook en andere sociale media de site vindt. Op Facebook en Twitter groeit de aandacht van het aantal volgers. Nou, ik wil je vertellen dat op Facebook, als er al iets geplaatst wordt, wordt het bij mij geplaatst. En dat is dan één keer in de twee maanden. En verder zie ik daar helemaal geen activiteit. Ik heb zelf geen Twitter, maar als iemand veel activiteit op Twitter heeft ontdekt, dan zou je dat nu kunnen zeggen. Mag ik voorstellen, ik onderhoud het Twitter-account en ik verzeker je dat er bijna dagelijks door mij getwitterd wordt. Ja, nee, maar omdat je dat zo zegt, voel ik me klein beetje. Mag ik voorstellen, we gaan het dadelijk toch hebben over een evaluatie van de mediacampagne, het rapport van de kosten van de monarchie mediacampagne. Daarmee kunnen we jouw tweede vraag beantwoorden. Goed, dames en heren, ik hoef niet in te gaan op het rapport zelf, maar je zult allemaal kunnen kennis nemen. Maar ik wil graag Floris vragen of hij een toelichting wil geven hoe de mediacampagne daarop terug moet. Floris, zou je dat willen doen? Mag ik vragen of de notulen zijn goed? En ik wil nog even zeggen over de notulen. Ik vind het, ik word er warm van binnen. En ik wil ook dat ik altijd een feestelijk gevoel heb hier. Maar ik vind het heel bijzonder om die twee dagen van tevoren per e-mail rond te sturen aan een ledenbestand dat maar blijkbaar gekwalificeerd, want het zijn oud, geen toegang tot internet, et cetera. Daar zou ik nog eens heel goed over nadenken. Dat valt volgens mij op reuze mee. Nou, dan publiceren we ze volgende keer dat we het krijgen. En op internet. Nou ja, dat is een beetje de vraag. Kijk, we zijn ontzettend open vereniging. We publiceren dit, dat kan iedereen wel zien, de discussies. Hoe ver ga je in die openheid? Soms niet als bestuur zijn we dingen leven dus een stukje. Ik wil het woordje even afvloeren voor de midden. Als ik meteen mag ingaan eigenlijk op dat laatste stuk van de heer Slot. De notulen staan ook online. Dus die zijn ook voor ieder te raadplegen online. In ieder geval, om in te gaan op de media-aandacht. Wij hebben bij de presentatie van het rapport Zwaap, het rapport op kosten van het Koningshuis, hebben wij op een heel vroeg moment met het bestuur overleg gehad
om te zien, kunnen wij hier media aandacht uithalen, hoe moeten wij dit doen en hoe willen we ook naar voren treden. Doel is dat je aan de ene kant informeert en dat je ook meegeeft dat wij bestaan. Uiteindelijk is ons doel bij dit soort campagnes dat wij onderdeel worden van het maatschappelijk debat. Dat wij als Republikeins Genootschap grof gezegd in het kaartenbakje bij de verschillende journalisten liggen, dat als er eens een discussie is over onze staatsinrichting, als er eens een discussie is over de Republiek of over de kosten van het Koningshuis, dat wij automatisch gebeld worden. Het is puur afhankelijk van alle mogelijke factoren hoe het nieuws, welk nieuws dan ook, ontvangen wordt. Het kan zijn dat je een geweldig nieuwtje hebt, maar dat de media het door omstandigheden niet oppikken. Dat er iets anders in de wereld gebeurt en dat dat vervolgens niet tot nieuws leidt. Dat is in dit geval wel gebeurd. We hebben, en ik moet ook zeggen dat ik daar buitengewoon dankbaar ben voor de samenwerking met het bestuur en onder andere ook met Lex en Hans, een buitengewoon succesvolle campagne gedraaid. We hebben, en ik heb ook een beetje de media-aandacht over de afgelopen 10 jaar geprobeerd in kaart te brengen. We zijn altijd afhankelijk van of activiteiten in het Koningshuis. Dat kan zijn Koningsdag, dat kan zijn de behandeling van de begroting van het Koningshuis in de Kamer. Dat kan zijn de kersttoespraak. Dan kan je nog wel eens gevraagd worden om een reactie te geven. Of je moet eigen nieuws brengen. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we eigen nieuws hebben gebracht. Dat we zelf een nieuwsfeitje hebben, nieuwsfeit hebben gebracht. We hebben dat wel op kleinere schaal eerder gehad, onder andere de verkiezingen van de Republikein van het jaar. Nou, dat zie je, dat wordt kortstondig opgepikt, maar niet door iedereen. Dit was hard genoeg, opdat we alle media hebben weten te interesseren. En dat is volgens mij een buitengewoon positieve ontwikkeling. We hebben 2 of 3 dagen voor Koningsdag hebben dit rapport gelanceerd. Wat je ziet is dat alle grote landelijke tijds of alle grote landelijke kranten hebben dit gebracht. Daarbij ook steeds een evaluatie en een eigen oordeel. Natuurlijk zijn Republikeinen negatiever over de kosten van het Koningshuis, volgens heel veel kranten. We hebben ook een aantal van de grootste websites in Nederland meegekregen. De site van het NRC, de site van de Volkskrant, de site van de Telegraaf. Ook geen stijl. Dat kan niet een ieder wellicht heel smaakvol vinden, maar het is wel een buitengewoon effectief medium. Daar zijn 1 miljoen volgers bij aangesloten. En dat heeft ook tot een enorme discussie online geleid. En vervolgens ook dat het onderwerp kosten van het Koningshuis verder bediscussieerd wordt op alle mogelijke sociale kanalen. Nieuw ook is dat we behalve de radio, we zijn in uiteindelijk 8 uitzendingen te gast geweest en hebben ook een discussie mogen voeren. Ik ben zelf bij Radio 3 en bij Radio 1 geweest om in debat te gaan. Hans is bij BNR geweest en bij L1, dat was de radio. We zijn ook op televisie geweest. Niet alleen het journaal heeft een dag lang ons nieuws gebracht, maar ook gekke programma's als RTL Boulevard en Hart van Nederland. Dat is, als je mij persoonlijk vraagt, niet het kanaal waar je natuurlijk over de Republiek wil gaan spreken, maar het betekent wel dat we gewoon breed opgepakt zijn. We hebben nog nooit, en dat wil ik echt graag herhalen, we hebben nog nooit zo'n media-aandacht gehad. En gevolg daarvan is dat enerzijds wij in de kaartenbak zitten. Ik moet zeggen dat we sinds eind april inmiddels alweer 8 verzoeken hebben gehad van media om met ons in gesprek te gaan over allemaal verschillende onderwerpen. Dus je ziet dat dat beklijft. Ten tweede merk je ook dat het doel van dit onderzoek, openheid, inzicht in de kosten van het Koningshuis en ook het kraken van het rookgordijn dat opgeworpen wordt door het Koningshuis en de RVD, dat blijft hangen. Ik heb in mijn omgeving getest, dit is geen wetenschappelijk onderzoek, maar ik heb in mijn omgeving getest en gevraagd aan mensen die niet per definitie Republikein zijn, hoeveel kost het Koningshuis? Iedereen houdt aan 350 miljoen euro. Wij hebben een bedrag neergezet waar de RVD eigenlijk zegt, nou het klopt niet. Die slag hebben wij gewonnen. En ik denk dat het uiteindelijk ook, dat is mijn laatste punt wat betreft deze media aandacht, ik denk dat het ons ook leert dat het maken van nieuws, het denken van nieuws, het bedenken van onderwerpen, dat dat ook de mediastrategie moet zijn voor komende jaren.
dat we daarmee gehoord worden. Daarbij komt ook, en dat heb ik persoonlijk en Hans ook gemerkt, het contact met de media moet ook op een bepaalde manier gevoerd worden. Dat houdt in, ik zou niet ontkennen, of ik zou liegen als het niet waar zou zijn, we hebben in de media tot een tijd geleden een niet al te positief beeld gehad. Een clubje feestverpesters die niet meedoen naar Koningshuis, die niet van feest houden en iedereen vindt het toch leuk. Ik merk ook dat als je een positieve benadering hebt, als je ook bereid bent om in gesprek te gaan, als je ook in de media een bepaald voorkomen geniet, dat dat door de media ook gewoon leuker gevonden wordt. We moeten er proberen af te breken met het beeld dat wij een club van boze oude heren zijn, maar dat we vooral een positieve beweging zijn met een positief geluid, een positief alternatief in het hele debat. Dat heb ik meegekregen, in ieder geval in het onderhoud met de media. En we hebben echt met behoorlijk wat media. Laatste puntje, ik zal dit alle aandacht opeisen. Het was een buitengewoon effectieve week wat dat betreft. Hans en ik zijn het land doorgereisd van Hilversum naar Amsterdam, naar Den Haag, naar Groningen. Waarbij Hans de pers te woord stond op zijn speaker in zijn auto. Ik journalisten aan de telefoon had. Lex Twitter bediende, waar behoorlijk wat verhalen op gepost zijn. En tussendoor ook op Facebook en andere sociale kanalen berichten gedeeld zijn. Dus ik moet zeggen, wellicht hebben we een andere vorm van Facebook. Maar ik heb eergisteren nog gekeken en iedere maand hebben we 4 of 5 artikelen. Maar goed, daar wil ik straks graag een beetje in gesprek. Ik denk dat dit een hele effectieve campagne is geweest. Ik ben ook van plan, ik hou per 1 juni op als secretaris. Ik wil graag aan de ledenvergadering voorstellen om in ieder geval extern betrokken te blijven bij de woordvoering en eventueel contact van de media. Ik vind het leuk. Als u dat graag wilt, dan doe ik dat ook heel graag. Ik wil ook voorstellen dat ik voor ik officieel afblaas als of afscheid neem als secretaris, dat ik een rapport schrijf waar in ieder geval al deze bevindingen ook naar voren komen. Ik denk dat wij met kennis over een effectief mediabeleid, dat we daar uiteindelijk ook in volgende functies en dan volgende besturen daarvan kunnen leren. In ieder geval, ik moet zeggen, en mocht u nog expliciete vragen hebben over dat mediabeleid en even over het hele ontvangst van dat rapport, dan wil ik die graag nu of wellicht na de vergadering te woord zijn. Maar ik denk dat we echt een buitengewoon succesvol campagne hebben gehad. Zijn er vragen? Zal ik u mijn kamer over? Ja. Ik ben een groentje, vandaag voor het eerst hier, maar toch al een tijd lid. Ik verbaas me over, ik mis eigenlijk de doelen. Je hebt de media en je hebt bulletins en je tijdschriften, maar wat is de bedoeling daarvan? Ik denk van niet alleen van het Koningshuis om salaris allemaal op een rijtje te zetten, maar als mensen tegen mij zeggen van jij Republikein, waarom? En altijd over het geld van het Koningshuis, waarom staat de president er niet naast? Dus ik zeg dan, ik ben voor de mensen, wie dan ook, maar ik ben voor gekozen leiderschap en daarom ben ik tegen het Koningshuis op die manier. Maar ik denk van, ga alsjeblieft mond-op-mond reclame doen en niet alleen advertenties en weet ik het allemaal. Maar mag ik hier op ingaan? Ja, tuurlijk. We hebben een breed mediabeleid. Dat houdt in, we hebben berichten via de sociale media en de nieuwsbrief. We hebben een website afgelopen jaar helemaal ontwikkeld. En we hebben ook de effectieve contacten in de media. Dat is een breed palet. U vraagt welk doel? Volgens mij zei ik net ook, ons doel is dat we uiteindelijk onderdeel worden van het maatschappelijk debat. En dat we in het maatschappelijk debat de voorkeur voor de Republiek vergroten. Al jaren blijkt dat we in Nederland ongeveer 25% verstokte monarchisten hebben. Dat het aantal Republikeinen ongeveer even groot is. Ik las eergisteren, ik kijk even NRC aan, volgens mij was het NRC. Maar dat kunnen we straks even checken. Dat Republikeinen inmiddels 15 à 20% van de Nederlanders zijn. En dat het overgrote deel van de Nederlanders het niet weet. Waarom? Omdat de discussie gewoon niet in de media gevoerd wordt. Ik denk dat een hele effectief media. Dat doen we ook. Ja, maar dat doen we ook. Maar ik denk dat je kan
alle mensen in Nederland een telefoontje geven of proberen in gesprek te gaan, maar het is effectiever op het moment dat je dat via de media voert. Denk ik. Ik ga er zitten. En laten we niet vergeten, Floris communiceert natuurlijk inhoud. En die inhoud, dat hebben we toch te danken aan René en zijn team van journalisten van de Republikein. Dat mag niet onderschreven, René. En je weet dat we dat zeer, zeer waarderen, gewaardeerd hebben. Wil jij nog iets toevoegen, René? Misschien over het rapport, hoe jij dat ervaren hebt. Je bent kort daarna weer terug moeten gaan naar Zwitserland. Je bent geïnterviewd door de... Dat heeft mij erg verbaasd. Het heeft me zeer positief verbaasd hoe van de weerklap dat in de media heeft gekregen. Mijn moeder was zeer geïmponeerd met de 30 seconden op het NOS-journaal. Ik kan niet meer stuk. Maar, nee, alles is een onverwachte succes. En hartelijk dank aan het bestuur en aan de DEC en aan alle mensen die mee hebben gedaan aan de crowdfunding. Dit was volgens mij voor het eerst een zeer geslaagd Republikeins offensief. En wat mij betreft komen er nog meer. Ja, als ik daar maar inhaken en daarna gaan we pauze houden. We hebben wat plannen. En dan komt hier een strategisch plan naar voren, Frank. En we hebben wat plannen. Er zit een kopie. We hebben het over de kosten van de monarchie gehad. Maar er zijn ook opbrengsten voor de monarchie. En daar zijn ook heel veel sprookjes over. Hè? De opbrengsten van de buitenlandse zakenreizen die de koning maakt. En daar willen we de volgende crowdfunding actie over houden. Om die mythe door te breken. Die professor die ooit een keer ging brengen. Wat is het? 1 of 2 miljard per jaar op? Nou, laten we dat ook eens opvullen. En we hebben ook een derde doel, of een tweede doel. En dat hebben we ook in Engeland geleerd. Pick your battles. Kijk waar je kunt winnen. Dames en heren, laten we eens kijken of wij als Republikeinen ervoor kunnen zorgen dat de prijs op de Dam voor iedereen opengesteld wordt. Nu is het 3 dagen per jaar. Het is het stadhuis van Amsterdam. Het is van de burgers van Amsterdam. Het is ons afgenomen. En het moet terugkomen naar iedereen. Wij moeten daarin kunnen, ook wij moeten daar een feest kunnen geven. Wij moeten het kunnen bezoeken. En niet alleen de notabelen van dit land op de nieuwjaarsreceptie van de koningin. En nu hebben we pauze. Ik wil graag de voorstellende agenda voortzetten. En dan komen we nu tot het financiële gedeelte. Dat is het financiële verslag. Het verslag van de kascommissie en de begroting. En Paul is als penningmeester daarvoor verantwoordelijk. Paul krijgt de voorzitter. Wat doet u als microfoon in de kastcommissie? Als volgt. Ik neem alle lijken van Gerrit over. op die manier heb ik dat gedaan. Die zei van nou, die vindt het vertrouwen als penningmeester. In eerste taak is liggen de lijken bij Gerrit in de kast. Ik denk dat zou objectief moeten. Ik heb ze nu te pakken. Nee, maar laat die lijken nou maar in die kast liggen. Maar de kastcommissie, dat is een heel ander orgaan. Ja, maar Harry, je hebt gelijk. Kijk, we houden 2 mensen voor de kastcommissie. Annelies van Egmond. En wie was de tweede? Dominee. Nee, maar dan was het een ander. Ja, dat is benoemd. Hij was benoemd, had toegezegd, maar die kon de laatste moment niet. Maar we moesten 2 mensen hebben en dat was vorige week hebben jullie de kast gecontroleerd, Gerrit. Daar was Gerrit bij. Nee, maar 2 mensen is niet een wet van mede en terse. Het is wenselijk. Liefst 3. Ja, 2. Dus nee. Ik hoor het dan goed. Ik ga met u nu afspreken. Ik ga nu de kastcommissie voor volgend jaar doen. Nou, ik vind het. Dat probleem niet meer. Wie stelt zich kandidaat voor de kastcommissie volgend jaar? Niemand. Moet ik mensen aanwijzen? Nee. Ja, dan wil ik ook geen gezeur meer hebben. Nee, maar weet u hoe dat... Ja, nee, maar je snapt u, Harry, het is niet altijd makkelijk om mensen te vinden die dan tijd op de vrij maken. Maar we zullen bij de volgende vergadering in het najaar gaan we de kastcommissie benoemen, oké? Okay? Of dit niet, dat is pas voor. Wat? Harry, je hebt gelijk, maar je krijgt het niet, snap je? Nee. Paul is aan het woord, van de Fransie. Maar dat is wel een situatie die nooit meer voor was. Ja. Ja, die jongen nee, vroeg, dat zeg maar. Ja. Zeg maar, Frank. Nee, Frank, je hebt gelijk. Ja. We roeien met de riemen die we hebben. En we hadden duidelijk 2 mensen. En als een lid afzegt, ja, dan staan we ook machteloos. We zullen de volgende keer 3 mensen doen. Maar als we dan in afzegt, hebben we toch nog 2.
Oké, mag dat in de notulen? Ja, geen idee. De begroting ga ik u graag toelichten, ook in verband met alle discussies die we gehad hebben. Is dat natuurlijk bijzonder noodzakelijk, begrijp ik. Maar met betrekking tot het financiële overzicht van het vorig jaar, heeft iemand daar vragen over? U kunt lezen dat het vrij helder in letters is geschreven wat er zich zo gepasseerd heeft en hoe de zaken gedaan zijn. Ja, daar kunt u zowel... Nee. Als er geen vraag over zijn, dan Gerrit, bedankt. Ja, gewoon. Ik heb vragen over uitgaven. De begroting ligt aan de uitgaven 2017. De secretaris. Daar is wel heel veel geld aan uitgegeven. En er is veel meer geld aan uitgegeven dan ooit begroot is geweest. Is dat zo? Ja. Dat weet ik. We hebben heel duidelijk gezegd, ik ben het secretaris voor 2 dagen per week. En we zijn toen op de markt uitgekomen. Als u kijkt voor, als ik het mag toelichten, voor dit jaar, lopende jaar, is het zo dat Floris en Stolle met mij nog in dienst is. Dan gaat de vacature opengesteld worden. Dus het is een secretarisloze periode. En dan verwachten wij binnen een maand iemand te vinden en dat is voor gebudgeteerd 1000 euro per maand. Dus gaat duidelijk omlaag. Je ziet ook, kosten voor het secretariaat gaan omlaag. Maar ik ben dan even kwijt. Is er voor 2017 inderdaad 16.575 begroot? Ja. Nou, dat moet ik even nazien. Ik dacht dat het slaat er wel naar, maar duidelijk volgens de begroting was. Even kijken, ik heb hier de begroting. Is dat ook zo? Dan was ze begroot 16.575. En het is dus pak bij 500 euro meer, dat is ongeveer 3% meer. Dan heb ik ooit weer eens overheen gelezen. Ja, nou, daar ben ik blij om. Ja, ik ook. Nee, maar dat is de cijfers die van Gerrit gekregen. Ja, want moet je horen, toen wij de voorjaarsvergadering hadden vorig jaar, toen was net bekend dat we met de nieuwe secretaris Zee zouden gaan. En daar was ook de consequenties daarvan, waren doorgerekend in de begroting. Dank. Ik heb een vraag over de begroting die gemaakt is voor 2017 voor ondersteuning met betrekking tot videoregistratie. En het valt me op dat in de begroting van 2018 is dat bedrag, ik denk nog maar een tiende, bijna. En ik vraag me af of het bestuur zich uit wil spreken over de wenselijkheid van videoregistratie. Nou, bij deze. Ja, wat houdt het in? Want ik vraag me af waarom dat zo voor laag is gegaan. Of jullie het belang daar niet van inzien. Mag ik Paul daarbij? Dat is wat anders, ik wil het wel toelichten. Misschien mag ik Paul daarbij aanvullen. We hebben 2 jaar geleden besloten inderdaad om die videoregistraties in te zetten. Die verzorgt u. Had een dank daarvoor, die zijn ook prima. We zien daar weinig. De openheid wordt daar hartstikke door gestimuleerd, maar we zien er weinig effecten van. En we zien natuurlijk toch dat we de begroting zuinig moeten zijn. We hebben besloten om dat niet voor te zetten. Het feit dat er weinig effect heeft, dat heeft waarschijnlijk betrekking op het feit dat het niet op de website geplaatst is. Ondanks al onze inspanningen, uiteindelijk staat het er wel op, maar het heeft heel lang geduurd voordat welke filmpjes dan ook op de website geplaatst werden. Dus dan kan ik me voorstellen dat het weinig effect heeft op de leden. Nou, dat klopt. Niet alles is heel snel geplaatst, maar alles is uiteindelijk wel geplaatst. Nou, laat het langer aanzien. Ja, dat zeg ik ook, dat geef ik ook toe. Maar het is een behoorlijke kostenpost en het was een bijzondere kostenpost. Niet elke vereniging doet dat. En we hebben nu een andere manier ook tot de leden, met de leden in contact te komen met het bulletin. Dat moet de keuzes maken. Maar ja, het is wel een modern medium, video. Nou, ja. De hele wereld kan het zien. Eerst zeg Jan en dan... Als je het van 2700 naar 350 doet, dat is een hele forse koerswijziging. En ik heb ook goede herinneringen aan de verslaglegging bijvoorbeeld van de gebeurtenis door Josefine en Ruud van 30 april 2013. Een enorme belangrijke rol hebben gespeeld in de nascheep daarvan. Het was gedocumenteerd. Er is in AIRM-verband gebruik van gemaakt. Ik bedoel, ik denk dat het gewicht daarvan niet tot uitdrukking komt in het zeg maar zomaar van het ene jaar op het andere jaar tot bijna nihil
reduceren van die kostenfactor. Kan er niet iets anders voor bedacht worden wat meer recht doet aan die betekenis? Waarbij je bijvoorbeeld ook zou kunnen denken aan het inderdaad nadrukkelijker inzetten van die registraties in onder andere de website en misschien op andere manieren. Ik wil even, het loopt het risico dat je iets heel wezenlijks zeg maar kwijtraakt. Nou, ik wil vragen, misschien heb ik iets gemist, maar is daar ooit een besluit over genomen dat dit wordt opgenomen per video? Want ik vind dat persoonlijk heel vervelend. Dat wou ik wel even kwijt. Het past misschien niet helemaal bij dit onderwerp, maar dat laat ik toch even zeggen. Ik heb bij het begin van de vergadering gevraagd dat het altijd en dan knippen we dat eruit als u dat wenst. Ja, dat is een keuze die we gemaakt hebben. Tot nog toe wordt dat wel gewaardeerd. Maar ja, je moet keuzes maken omdat de kosten af moeten. Steeds. Ja, er werd net even gerefereerd aan wanneer iets op de website staat. In de tijd dat ik daar nog voor verantwoordelijk was, dat is nu in ieder geval de laatste AOW was dat niet meer het geval, stonden die video's op de website zodra ze beschikbaar waren. Het feit dat dat zo lang duurde was omdat de video's weken en weken na een evenement pas werden aangeleverd. En er wordt gezegd video's een modern medium, dat klopt. Het is vooral ook een modern, wat ook een zeer modern is. En wat heel belangrijk is in moderne media is ook dat je met enige snelheid dan daarover kan publiceren. En dat, ja, dat heeft er ook niet aan bijgedragen dat, dat de video de waarde krijgt, denk ik, die anders misschien zou kunnen hebben. Kijk, en we hebben, dat is ook een punt, je kunt dus een integrale videoregistratie van deze ledenvergadering uitzoeken, maar niemand gaat 3 uur achter zijn beeldscherm zitten en niet naar mij kijken. Dat ben ik niet. Dus moet je vaak toch zeggen, maak een samenvatting van. Dat kan niet altijd. Nee, okay, maar dan... Een toespraak van Hans Westerman, die kun je niet samenvatten in 2 minuten. Of Nee, maar ik denk dat mijn toespraak kun je wel samenvatten. Nee, zodat dat gaat de hele context. Je verliest de hele context en de betekenis. Dat kan niet. Toen hebben jullie toch gevraagd dat een paar keer te doen. Dat hebben jullie ook gedaan. We vonden dat resultaat goed. Alleen, dan zijn extra kosten aangebonden. Nou, dus gewoon integraal ook zijn we klaar. Want dan moet je het erg goed. Maar het nieuwe blad zijn ook extra kosten aan verbonden. Ja, zijn keuzes. En de secretaris ook. Ja, met betrekking tot video, dus er werd terugverwezen naar de evenementen 2013, waarbij je zelf werd opgepakt. Dat was voor mij een reden om geïnteresseerd te worden in het hele Republikeins geloof. Ja. Dus ook dankzij die videobeelden. Tegelijkertijd denk ik dat een ALV doodsaai is om op YouTube te kijken. Maar goed, de leden die niet konden komen, die stellen dat wel op prijs, dat ze dit kunnen zien. Er zijn een heleboel leden die niet kunnen zitten. Er zijn veel reacties, er wordt erg veel kerst. Er zijn echt mensen die dat wel helemaal gaan zitten afkijken. Goed, ja. Maar mag ik dan 1 ding vragen erover? Is die €350, is dat genoeg om zeg maar evenementen waarbij buiten de deur wat gaan doen om daar te slappen? Dit jaar nog uitgegeven is en daar willen we eigenlijk mee gaan. Helemaal mee stoppen. En hoe zit het met de Hans van den Berg lezen? Nou ja, die staat gewoon groot. Ja, dat lijken we welke keuzes, hè. De video. Dat houden we gewoon in stand. We hebben de videoregistratie van de Hans van den Berg. Want Fons wil dat heel graag. Ja, goed, dat is een budget voor €1000. En als het daar binnen kan, moet hij dat beslissen. De Hans van den Berg lezing dat valt onder hun verantwoording. Daar gesprekken over, maar als zij zeggen we kunnen voor €100 van 900 euro video registratie doen, is mijn beste zet dat graag op de website. Maar dat is dan hun verantwoording. Goed, mag ik toch vragen of er nog andere inhoudelijke vragen zijn of het begon? 6 maanden voor het laatste onderwerp is die verlaging van de video's aangemaakt. Ja. Is de verlaging van het budget van tevoren doorgesproken met de makers van de video? Nee. Ik heb daar gisteravond met Ruud over gecommuniceerd. En de begroting is ook gisteravond pas langs. Het is niet gecommuniceerd. Hoor. Nee, ik heb... Voorzitter. Ik vind dit schandalig. Zo ga je niet met trouwe mensen om. Zo ga je niet met trouwe mensen om. Ik vind het heel schandalig dat dat niet eerder is voorbesproken, terwijl de plannen er ongetwijfeld zullen zijn geweest. Ik vind dat een ernstige nalatigheid. Zeer. Nou, wil ik wel over zeggen. Ik heb het voorzitter gesproken.
Als je wil praten, zijn we ook klaar. Nou goed, we hebben in ieder geval dat plan zit er al langer. Dat plan vindt zijn weerslag in de begroting. De begroting is zeer recent opgesteld naar de laatste cijfers. En dat is eergisteren, nadat Ruud mij informeerde, moet ik vandaag filmen. Heb ik gezegd, nee, dat hoeft niet, we zijn voornemens gestoken. Maar als je het zelf wil opnemen, heel graag, dan maak je er gebruik van, maar we kunnen het niet meer betalen. Dat heb ik gecommuniceerd. Als dat niet zorgvuldig is geweest in de ogen van Ruud, dan bied ik daarvoor mijn excuses aan. Maar de strekking is een besluit van het bestuur geweest en dat staat. Of dat lijken wij verantwoordelijk. Zijn er andere vragen over de begroting? Ja, dat is misschien wel lastig. Nee. Maar, voorzitter. Frank, reken. Ja, maar ik ben meestal niet gecommuniceerd, ik wil ook uitsteken, maar ik ga niet met twee tegelijk praten. Het is geen groepsgesprek. Dat gaat niet gebeuren, zijn wel waar over. Projecten. Republikeins bulletin, eenmalige opsluitkosten en 3500 exemplaren voor sympathisanten. Dat is samen €21.300. Daar is geen vraag over, dat is goed. Is dat nu... Stemmen wij nu dus eigenlijk pas in met iets waar we al over hebben gestemd, maar wat is niet plus doorgegaan en wat nu onder een andere vlag weer naar voren komt? Ja. We hebben vorige keer, en eigenlijk daarvoor ook al een keer, gesproken voordat wij een blad willen uitgeven voor de leden. We hebben gestreefd om dat samen te doen met de Republikein. Dan waren dezelfde kosten ontstaan. Dat zijn voor een groot deel verzendingskosten en dergelijke. Het is een andere uitgave, maar de kosten zijn hetzelfde. Maar dat is geen argument om iets in het beleid, want op zich is het het weergave van het beleid voor dit jaar, 2018, gaan een bulletin uitgeven. Ja. Ja, dat is een verandering van beleid. Daar wordt nu over gestemd. We hebben een exemplaar uitgereikt gekregen, maar ingezien, gescand, misschien zonder iets meer gelezen. Vinden de leden nu dat dat een goed idee is, omdat dit voor dit jaar als vast beleid uit te gaan voeren? Ja, dat staat daar. En daar gaan we nu eens over stemmen, dan weet iedereen die in deze zaal aanwezig is, even duidelijk over laten blijken dat we dat dus nu gaan doen. Ja. Ja, over iets waar nooit enige voorbereiding voor je plaatsgevonden in inhoudelijke of in financiële zin. Als nu, ik vind het een overval en ik wens niet overvallen te worden. Ik ben alleen een overval, meet als er een andere staatshoofd voor hem komt. Ja, dat is een verschil van mening. We hebben twee keer in de voorgaande ledenvergadering en die daarvoor gezegd dat wij een blad willen gaan uitgeven. Dat is niet de Republikein geworden, maar dat bulletin. Twee keer is bevestigd dat daarvoor een contributie met een tientje mag worden verhoogd. Wij hebben gezegd, oké, we willen graag nog een keer dat bevestigd hebben, want de contributie zijn naar zo, dat zijn nog steeds niet verzonden. Gaan pas na deze vergadering de deur. Als u zegt, dit bulletin is waardeloos, we willen dit beleid niet, dan stopt het hier en nu. En dan gaat er voor €15 iets de deur uit. En geen bulletin meer, en dan heeft het bestuur ook een heel groot probleem. Ja, dat begrijp ik. Maar dus er is vorige keer over gesproken, over het tientje extra boven die €15. Om aan alle leden van het NRG-RG de Republikein toe te zenden. Dat is wat aan de stemming onderhevig is geweest de vorige keer, waar we het net ook al hebben gehad. En dit item is niet op deze manier gecommuniceerd. Never nooit niet, behalve nu. Ja, dat klopt. En daarom leggen we die verantwoording af. En daarom hebben we ook gezegd, we willen dat blad aan u voorleggen, zodat u kunt zien wat u krijgt van uw geld. Ja, dan zeg je niet. Dan kan je oordelen over wat je zou kunnen gaan krijgen of wat je niet zou kunnen gaan krijgen. Nu zeg je, wat je krijgt, staat dus al vast. Het is 40% van de jaarbegroting, Hans. 40%, ja, dat is heel veel. Ja, bij onze begroting was het heel laag, €15. Hè? En voor een tientje, 3 exemplaren op de Zullen gaat nu, de begroting van 2018, 40% gaat op aan het bulletin. Ja, destijds was er een fusieplan. Ik vraag dus de reden 80%. Daarbij stil te staan als we over, en dan wil ik graag gestemd worden over. Onder de kopie projecten, regel 3, 4 en 5 tegelijk, is men voor, is men tegen. Dat vraag ik dan nu aan. Ik wou er toch nog wat over zeggen, want het lijkt me dat er op deze manier de begroting tekort wordt gedaan. Wat ik tegen jou spreek, Frank, in ieder geval tegen de andere leden. Het is natuurlijk zo dat we daar een doel hebben om een aantal leden tot abonnees te maken. Dat mag helder zijn en u kunt lezen wat we erover denken in de begroting. Maar daarmee zijn we natuurlijk niet. We hebben nog veel meer leden en we hopen een groter reservoir aan aspirant met mensen die zouden kunnen willen betalen. En daar draait het natuurlijk om, want we zitten een beetje in een spagaat.
die vereniging. Ja. En je ziet dan, hè, 3500 extra exemplaren. Nou, als die allemaal abonneer worden, dan hebben we natuurlijk niet meer, hè, 40% van de begrotingsbudget, hè. Nee, veel minder. En dan hebben we de ruimte om wat te doen. En dat is onze bedoeling. En dan begrijp ik dat, dat is de bedoeling. Mag ik voorstellen dat we over dit voorstel gaan stemmen? Ja, dus voor ligt de begroting voor 2018, inclusief de uitgaven van de Republikein twee keer, waarbij verantwoording wordt afgelegd in de najaarsvergadering, of dat effectief is geweest, succesvol enzovoort. Het alternatief is er eigenlijk, wilt het goedkeuren of niet, daar komt het eigenlijk op neer. Ik kan er als voorzitter aan toevoegen dat hierin dus het beleid van het bestuur weerspiegeld wordt. En ik heb dat voldoende toegelicht en het tot nog toe in deze vergadering. Daar moet ik geen misverstand over kunnen bestaan. Dan denk ik dat ik gewoon moet vragen, wie is voor de begroting? Misschien dat u de ring wil weten, maar er zijn een paar punten waarop... Maar Jack-Jan, geef even de microfoon aan Jack-Jan. Sorry dat ik de postuur misschien een beetje wil breken, maar is het niet een idee om per post die instemming te vragen? Want anders dan is het zo'n compleet pakket. Er zitten een aantal aspecten in de begroting die misschien niet controversieel zijn, een aantal wel. En dan is het waarschijnlijk makkelijker dan wanneer je nu een of contra de hele begroting uit de stemming zou krijgen, denk ik. Nou ja, ik wil toch heel duidelijk stellen dat deze begroting, wat ik net gezegd heb, het integrale beleid van het bestuur weerspiegelt. Hier zit in de verandering van een secretaris van 2 naar 1 dag, hè, omdat wij de Floris houden we aan als adviseur op mediagebied. De nieuwe secretaris moet zich met name inzetten op medebinding, social media, dat wat Bram net zei. De kosten van het bulletin zijn er opgenomen voor 2 exemplaren, dat is begroot, we hebben bewezen wat hier ligt. We maken duidelijke keuzes, we blijven de Republikein ondersteunen. Dus ik heb de hele vergadering tot nog toe uitgelegd wat het beleid van de vereniging is en hoe we daartoe zijn gekomen. Als je deze begroting verwerpt, heeft dit bestuur een heel groot probleem. En u ook met het bestuur. Dat is integraal onderdeel van ons beleid. Het is binair. Dat leent zich niet bijvoorbeeld om bij een bepaalde post te zeggen. Kijk, als u zegt, ik moet Josephine blijven steunen, dan wil ik daar wel over nadenken. Ja. Maar als u zegt, ik wil het blad niet, en daarmee haal je de begroting ga je helemaal onderuit halen of anders invullen, ja, dan denk ik dat dit bestuur zegt, dan denk ik dat ik mijn consequenties moet doen. En nogmaals, ik heb dit bestuur bestuurd en we leggen nu verantwoording af, dat doen we over half jaar weer. En elke keer kunt u zeggen of het goed is of niet. Maar dames en heren, realiseert u zich wel, we hebben nooit zoveel publiciteit gehad als nu toe. Er ligt een blad, we worden gelezen in de pers, er zit hier een verslaggever van de NRC. Wanneer hebben we dat bereikt? Dat is wat dit bestuur heeft gedaan, daar staan we voor, leggen we nu verantwoording. Volgens mij zijn we allemaal een ouderwets aan het doen. En dat is niet omstreden. Die wappert met uw portefeuille. Nou ja, ik leg verantwoording af, heb ik een keer gezegd vandaag. En weer, moet dat ook door leden gesteund worden? Of niet? Maar er zijn een aantal afspraken geweest dat we de Republikein zouden krijgen. En daar worden we geconfronteerd met een mislukte Beatrix. En nog een paar dingen. En dan denk ik, nou. Ik ben nou niet echt. Kapot van het land, om het zo te zeggen. Nee, iedereen kan daar zijn eigen mening over hebben. Ja, ja, maar het gaat, zoals ik zei, deze begroting spiegelt het integrale beleid van de bestuur. Dat is toch heel goed, dat is toch bij een begroting in de Tweede Kamer niet anders. Dat is de kern van het beleid. Hè? Om met Marcel van Dam te praten, ik voel me vermaakt. Ik moet ook zijn om vermaakt te begrijpen, maar ik ben bijna oud, ik begrijp het ook niet, maar het zou best een hele goede zijn. Maar ik heb net gevraagd om de 3 laatste regels van project 4 apart ter stemme te brengen. Die vraag is, die heeft u toegezegd, dus ga dat apart. En het is niet het beleid van het bestuur, het is het beleid van de vereniging dat uitgevoerd wordt door de vereniging. Ja. Niet van bestuur. Bestuur. Je kunt het doen hoe je wil, maar wij hebben vanuit de opdracht gekregen beleid te voeren en dat doen.
focus. Iedereen mag het zien. Ik ga verder niet in op de waarde van het tijdschrift Het Bulletin. Dat is aan u om daar een oordeel over te vellen. Ik zit hier, of ik wil niet het woord om het bulletin te verdedigen. Ik wil wel, wat daar merkte ik ook bij de koffie, was wat onduidelijkheid over. En ik hoop dat u dat alle beseft. Er is eindeloos lang, en ik ben ook bij die gesprekken betrokken geweest, overleg geweest met de Stichting De Republikein, met de hoofdredactie van De Republikein. En daar zijn we onderling in overeenstemming uitgekomen, eind december, dit werkt niet. Januari. 10 januari. Daarin hebben we met z'n allen besloten, en daar is de stichting het mee eens, daar kan het bestuur, hebben we met z'n allen besloten, dit werkt niet. Wat ik hoop dat ik bij u kan resulteren is waardering voor de verantwoordelijkheid, dat zie ik, en ik nogmaals, ik wil hier verder geen rol in spelen, behalve dat ik de uitvoering van dit tijdschrift verzorg, maar waardering voor het feit, Hans zei het al, dit bestuur bestuurt. Het bestuur heeft tot 3 keer toe verzocht om een contributieverhoging. Het bestuur heeft tot 3 keer toe aan de ledenvergadering gevraagd van jongens en gezegd, we moeten groeien als vereniging en daarvoor hebben we tijdschrift nodig. En het bestuur heeft ook afgelopen maanden de verantwoordelijkheid genomen. Er moet iets komen, we moeten vooruit, we moeten een medium hebben om te kunnen communiceren met onze leden. En die hebben de verantwoordelijkheid genomen, oké, dit is niet gelukt, we gaan een alternatief zoeken. En ik wil als uitvoerder van dit tijdschrift met u in gesprek over aanpassing, over invulling. Maar ik vind wel, en dat wellicht deelt u dat met mij, maar ik zie, en ik heb een enorme waardering voor dit bestuur die zegt, jongens, we moeten vooruit, we nemen hier verantwoordelijkheid. En dat vind ik in alle gesprekken die ik vandaag heb meegekregen, nog onvoldoende, dat het onvoldoende overkomt. Het zijn mensen die heel hard werken en verantwoordelijkheid nemen om uiteindelijk vanuit het best van hun vermogen de vereniging naar voren te sturen. Dat wil ik alleen even gezegd. Goed. Andere mening op wat die Jacob? Ja, René. Eventjes nog een kleine nuancering bij datgene wat de vorige nu net naar voren brengt. Want ik kan me zo voorstellen dat bij de leden dat blijkt ook wel enorme verwarring is. Maar wat is er nou in vredesnaam gebeurd tussen het tijdschrift De Republikein en het Republikeins Genootschap, gezien dat besluit meerdere ledenvergadering, nou, het bekende besluit wat nu dan omgezet is in het Republikeinse Bulletin. Floris zegt nu net, ja, samen hebben we nu gezien dat we er niet uitkwamen. Dan wil ik even toelichten op dat niet uitkomen, hoe dat er dan in de praktijk uitziet. Even kort, niet in alle details, dat zou te vervelend worden. Het ging er uiteindelijk om dat de redactie waarvan ik de hoofdredactie verzorg, heel erg hecht aan de onafhankelijkheid. Dat is eigenlijk het kapitaal, want meer hebben we niet, hebben ook geen geld. We hebben alleen maar ons animo en die putten we uit deze onafhankelijkheid. En dat willen we graag zo voort laten duren. En dat leek in het begin helemaal geen probleem in relatie tot het Republikeins Genootschap. Totdat er een programma van eisen, zal ik maar even zeggen, vanuit het bestuur van de RG weg uit richting het uiterlijk en de indeling van het blad. Toen zeiden wij van, nou wacht even, wij zijn professionals, wij zijn de baas in eigen blad. En natuurlijk, er kan van alles en nog wat aan worden verbeterd, maar dat hebben wij dan eigenlijk liever in eigen hand of in een dialoog en niet zoals nu, zoals toen werd eigenlijk voorgesteld, van ja, jullie moeten het zo gaan doen. Toen heb ik als hoofdredacteur gezegd, ja, dat kan wat mij betreft niet. En toen zijn die besprekingen helemaal vastgelopen. Maar wat mij betreft, en ik denk dat ik namens de Stichting De Republikeinen ook spreek, staan wij nog steeds heel erg open voor een nadere samenwerking. Dus misschien dat het in de toekomst wel een keertje lukt. Even dat dus dat er niet uitkomen, daar zou ik dus eventjes, ja... Dat is niet zo absoluut zoals Floris het heeft uitgelegd. Bedankt voor de toelichting. En ik heb ook net al gezegd, wij blijven in gesprek, Bart als voorzitter van de stichting. We zullen zien waar we komen. Maar wij hebben nu de behoefte in onze strategie om op deze manier te communiceren met de leden, met het blad, met het
Bedankt voor de informatie. Alles. Nu ik iets hoor van het blad, moet ik zeggen dat dat geeft volgens mij toch openingen, want kijk, we moeten eruit komen. Wat is dat nou om helemaal een geblokkeerde situatie te hebben? Dus ik zou dus werkelijk voor willen stellen, kijk, het bulletin, het is er nu, het kan niet meer weg, het is al gedrukt, het eerste exemplaar hebben we. Ik zou er persoonlijk, ik heb met niemand teruggespraken hierover gehad, ik zou er dan persoonlijk voor zijn, laten we dan voor 2018 nog een paar van die uitgaven realiseren, gelijkertijd met een cesuur erop, en dan wordt het aan het eind van het jaar wordt het echt serieus bekeken of het toch niet gaat lukken, waar ik persoonlijk geef ik onmiddellijk toe een enorme voorstander van zou zijn, toch een structurele relatie met het blad, de Republikein te hebben. Ik zie dat niet, ik ben niet gespecialiseerd erin, ik ben alleen maar een simpel consument van dat soort dingen. Ik zou dat heel graag gezien hebben. Dus het is een soort, in-between voorstel. Ik ben daar heel graag toe bereid, Bart, ik denk dat jullie dat ook zijn. Hè? Die dialoog willen wij graag openhouden en dat is eigenlijk ook wat ik voortdurend probeer naar voren te brengen. We brengen nog een tweede exemplaar uit, dat sturen we naar de leden toe, dus kijken wat het effect is. Als het heel goed is, nou, dan is dat een feit, zo slecht is dat ook een feit. Maar wij blijven in gesprek en nee, dan moeten we daar ook gewoon de leden dragen ons als het ware op, gaan er dus op tafel zitten. En daar blijven wij toe. Daar blijven wij toe brengen. Ik wil dat heel graag toezeggen, want ik wil dat graag in de natuurlijk ook. Dat wij dus na de volgende vergadering evalueren hoe het met de bulletin is gegaan. En dat we op dat moment weer kijken of er een dialoog tot stand kan komen, of nood, of wat het tot wat het resultaat is. Ja, maar mag ik daar iets over zeggen? Nee, eerst Bart. Misschien zouden we dat iets kunnen aanscherpen, hoor. Dus een opdracht, dus niet alleen dialoog, want dialoog is een beetje verheffend, hè? Maar een dialoog met het oogmerk op. Ja? Goed, ik begrijp me wel. Hè? Ja, maar de leden moeten het ook snappen. Toch? Ja. In het kader van dat de leden het ook moeten snappen, ik heb bij een aantal van die gesprekken erbij gezeten, dat weet je ook, over het samengaan met de Republikein, en ik hoop dat ik heb daar weinig aan meegedaan, want ik had weinig inhoudelijke kennis. Ik zat erbij omdat ik bestuurslid was en ik heb vooral geluisterd. Ik kreeg erin heel weinig, het idee dat er heel erg weinig ruimte was voor vanuit het RG om ook mee te denken over hoe dat blad er dan uit zou gaan zien. Ik snap dat er een redactionele onafhankelijkheid is, maar ik denk als die gesprekken er opnieuw moeten komen, dat de leden dan ook moeten begrijpen dat het niet de bedoeling, neem aan dat de leden dat ook niet zouden willen, dat wij het blad gaan subsidiëren. Zeg maar, we gaan dan, als het er zo uit gaat zien, dan gaan we ook samenwerken met elkaar. En samenwerken kan alleen als er ook, ja, als je overal over kunt praten met elkaar. Je kunt zelf een dialoog. Ja. Ja, goed, maar je ziet ook, het zijn toch verschillende bladen, Bart. Dat is toch niet te miskennen. Ja, dan moeten we kijken of we daar iets van samen kunnen voeren. Je had het over na de volgende vergadering, maar niet op de volgende vergadering. Op de volgende vergadering. Ja. Goed, mag ik dan met Frank, kun jij daar ook enigszins in vinden? De kosten voor de video ook weg of niet verhoogd kan worden. Ik vind het hier wel op video bedanken. Dat vind ik er nu eigenlijk. Microfoon, we horen niks. Oh, sorry. Ik wil graag dat de post voor video op. Ik wil graag dat de post video verhoogd wordt. Totdat we er in het najaar nog eens een keertje over kunnen praten. Dus ik wil voorlopig de situatie handhaven dat er video's gemaakt worden tijdens de vergadering door Fini en Ruud. Ik zou dat graag afhankelijk kunnen stellen van het succes van de leden. Als wij leden werven of andere inkomsten kunnen genereren, dat we daar weer ruimte voor scheppen. Maar we moeten nu zuinig zijn. Je trekt wel enorm veel geld uit voor het blad. Ja. En die moeten nieuwe leden werven. En je schaft de videoregistratie van Vini af. Die kan minder eentje niet voor die donatie. De nieuwe leden moeten komen uit het blad. Dus daar heeft zij geen invloed op. Heeft de video geen invloed op. Nee, dat klopt. Maar goed, dat is de keuze. Maar het is een keuze die zo abrupt komt dat ik het onaangenaam vind. Ja, maar ik zeg er daar naartoe, als wij financiële ruimte zien, dan willen we graag bijvoorbeeld voor de leden gaan we weer een video extra. Dat is graag dat je financiële ruimte niet maakt voor dit tijd. Nee, daar wil ik niet toe zijn. Oké, dan ben ik het eerst.
dan ben ik tegen. Dat is jammer. Goed, mag ik dan nogmaals vragen of de vergadering kan instemmen met de begroting onder de toezegging van het bestuur, dat wij in de volgende vergadering opnieuw gaan kijken hoe de samenwerking tussen de Republikein en de Bulletin tot stand kan komen. Ik herhaal ons weer. Is dat een duidelijke vraag? Ja, mag ik stemmen aan je afwezen? Zeker. Ja. Ja, dan ga je gang, want ik ben er natuurlijk. Nee, je mag vooraf een stemverklaring houden. Ja. Ja, dat ga je gang. Ja. Ik ga daarover stemmen. En ik stem tegen de begroting. Vanwege die regel 3, 4 en 5 bij punt 4. De rest van de begroting vind ik goed. Met de aantekening dat er. Dus jij bent niet onder de indruk van de toezegging van het bestuur dat we alsnog gaan kijken of er een samenwerking zal komen? Misschien met de ene vind ik uitstekend, maar dat heb ik niet gezegd. Dat is goed, dat is de verklaring. Brand, jongens, dat verklaring. Brand. Ja, ik wil ook graag een stemverklaring voorgeven in het voordeel van de twijfel. Probeer het uit met de Republikeinse bulletin. Je kunt heel makkelijk meten op de volgende vergadering heeft het meer opgeleverd aan nieuwe leden dan die 15.000 euro. Ik twijfel het, maar als dat zo is, nou fantastisch, het werkt. En ja, anders moet je er gewoon niet stoppen. Dus maar nu, ja, als jullie er helemaal hebben gecommenteerd, weet niet wat je nu zo snel anders zou moeten doen. Kijk Jan, jij wil ook nog wat zeggen. Ik vind het jammer dat, en ik begrijp het wel hoor, je wil verantwoording en dan wil je een totaalpakket op tafel leggen, maar ik vind het toch jammer dat met het vragen voor instemming voor de begroting bepaalde posten dus niet afzonderlijk bediscussieerbaar zijn. En feit is, daar sluit ik me bij Boudewijn bij aan, dat er best in een begroting ruimte gezocht kan worden voor iets. En ik deel inderdaad de toch wel dramatische afname van 2789 naar 350, wat eigenlijk ongeveer het schrappen is van iets wat zich in de afgelopen jaren bewezen heeft als heel kwaliteitsvol en op sommige momenten zelfs bijgedragen heeft aan het vastleggen van hele elementaire stukken geschiedenis. Ik denk niet dat dat op deze manier verantwoord kan. En ondanks de grote waardering voor jou, voor jullie werk, op tal van andere terreinen, even buiten beschouwing laten, misschien wat ongemak rondom het blad, dat moeten we even parkeren, dat doen we ook. Maar zou dat dus met zich meebrengen dat ik vanwege dat ene punt dus een steun aan de begroting zou moeten onthouden. Dat heeft dus geen andere betekenis, het is geen motie van wantrouwen, het is alleen dat ene punt, ik denk ja, dat is echt te moeilijk om dat zo mee te nemen in een instantie. Dat doet de toezegging dat wij die videoregistraties in stand zullen houden. Ja, dus een duidelijke toezegging aan Boudewijn en aan Jack-Jan. Ik begrijp dat daar behoefte aan is en het bestuur is bereid om te kijken of er binnen de begroting daar budget voor is. Ja, nee, dat is toch gewoon met elkaar kijken. Ja, eerst in één keer gelijk, dan ja, tegen hem. Nee, je probeert te peilen hoe de meningen zijn in de zaal Boudewijn. Dat is toch heel normaal? Ja, jij moet ook een stemverklaring afgeven. Nou, dan communiceren we met de zaal. Zijn er andere mensen die ook nog een stemverklaring? Ja, ik wil ook graag een stemverklaring afleggen. Omdat ik erg veel moeite heb met de punten die eigenlijk al genoemd zijn. Ik zal wel voorstemmen, omdat wat jij al zegt Hans, het anders een heel groot probleem zal zijn voor het bestuur. En ook voor de consequenties daarvan. Maar ik ben het ermee eens, ook zeker wat de video betreft. Want ook in het verleden met het registreren van de video in Den Haag over dat stuk wat er toen geweest is. En het registreren niet alleen wat hier gebeurt met de ledenvergaderingen, maar ook bij andere zaken waar ze steeds trouw aanwezig zijn en een hele goede registratie weten te geven, die goed te volgen is op video, zou het doodzonde zijn, vind ik, als dat op zou houden met de video. En ook wat betreft de Republikein, daar kom ik in de rondvraag straks toch nog even op terug. Zover. Ja, nou, dus wij doen de toezegging dat we de videoregistraties voortzetten. Mag ik dan nu een stemming vragen? Wie is er voor de begroting zoals die voorligt met de aanpassing die gaat? Wie is er tegen? Er zijn er twee tegenstemmen, de begroting is aan. Dank u wel. Zijn er mensen die zich onthouden van stemming? Okay. Nou, dat zijn wat drie. Dank u wel. Maar dat is duidelijk de meerderheid. Dank u wel voor het vertrouwen namens de regio.
Goed, dan gaan we naar de bestuurssamenstelling. We hebben altijd een tekort aan bestuursleden. En daarom hebben we... We hebben een probleem. Ik krijg twee Paulen in het bestuur, als ik het goed vind. En Paul is... Ik ben een stuk ouder. Ja, baas nog verbaasd, hè? Je bent de oudste dan. Ja, in ieder geval, Paul heeft zich aangemeld als nieuw bestuurder. Paul, mag ik je vragen om je voor te stellen? Want René moet er daar een oordeel over gaan. Ik had daar een hele bedoel. Waar, over jij nou? Ik sta, dat kom je naar voren. Dus ik heb een dikke buik, joh. Ja? Juist. Kom even naar voren. Ja, gewoon doen. Ja, gewoon doen. Maakt mij niet uit. Ik ben net een kapitein voor je. Het is net een koninklijk huis. Het is net een kapitein. Want neem even 2 minuten op je voet. 2 minuten? Ja. Ik ben 69. Nou, even 9. Echt weer gevend. 69, ja, ik heb niet alleen lang. In de microfoon. Ik moet het zeggen, hè. Dat als ik me voor moet stellen en heel die 69 jaar moet gaan uitleggen, dan... Nou, wat is je achtergrond? Wat heb je professioneel gedaan? Laat ik het zo zeggen. Ik kom uit de sociaal-psychologische hoek. Dus daar is mijn naamgenoot mijn gesprekspartner. Dat heb ik voor grote bedrijven, multinationals als DAF, Scania enzovoort gedaan. En dat is vertaald naar public relations. Alleen dat woord PR, dat durf ik niet meer te noemen, want dat is geannexeerd door marketing. En dat is het dus niet. De echte PR is een sociologisch vak. Dat is mijn achtergrond en dat is ook mijn wens om dat in te brengen in de vereniging. Ik ga even heel academisch doen, maar de definitie ben ik te lang om het horloge te krijgen. De definitie van PR is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en haar publieksgroepen. Geen doelgroepen of marketing, publieksgroepen. En dat stelselmatige bevorderen van begrip, dat is een taak die ik zie. En dat is gebaseerd op imago. Mijn streven is om te trachten, binnen de vereniging, iedere medewerker, ieder lid, medewerker is bedrijfsleider, ieder lid een PR-man, vrouw te laten worden. En dat is de taak van het bestuur, om de leden daarin te faciliteren. Met andere woorden, als u zit op een verjaardag of u zit ergens te discussiëren over het feit dat u het niet eens bent met het Koninklijk Huis, met de monarchie, dat u van mij of door ons, door de organisatie, door mijn inbreng, munitie aangedragen krijgt om met gedegen argumenten dat te kunnen argumenteren. Zet een vraag aan Paul. Ja? Zet een vraag aan Paul. 2 minuten al op. Ja, zet een vraag aan Paul. Ja? Ja? De voorzitter, dat schijnt de statuten, de voorzitter mag per acclamatie het besluit nemen, dan doe ik dat bij deze. Dankjewel, Stolman. Ja, dan zijn ze het ermee eens. Ja, ze zijn het ermee eens, dat zie je ook. Ze zijn er altijd bij. Nog even één opmerking, Hans. Ze zijn goed gekeurd. Ja, nee, maar het gaat over die buik. Ja, als je ons een rondje geeft, is alles geëerst erover. Dankjewel. Dames en heren, ik ben zo vrij voor te stellen. Ja, punt 10. We hebben natuurlijk een heleboel verenigingsstaten hier besproken. We hebben toegezegd dat we een strategie willen komen volgende over een half jaar. Het is nu 4:50. Meneer Van Steek wil toch zeggen, wow, voordat u naar huis gaat. Mag ik constateren dat we de strategie voldoende besproken hebben? Ik weet dat dat een beetje gemaakt is. Dat graag een uur. Maar we kunnen ook over de strategie in de morgen praten. Dat is vaak ik zou voorstellen dat het een belangrijk agendapunt wordt voor de volgende half jaar. Ja, dat heb ik al toegezegd. Goed, dan kom ik tot Jos Deenen. Hebben we Jos gegeven. Maar Jos, ik ga eerst even de rondvragen. Dan kom jij op 5 minuten. Jos gaat dus, is de auteur van dit kunstwerk, mag ik het zo noemen? Ja, fysiekkundig kunstwerk. En dan hebben we gezegd dat is dan 5 minuten, dan krijg je 1 minuut. Rondvraag, wie heeft een vraag van over? Hallo, Kineke. Hi. De microfoon is voor Anke, dat is de microfoon. Ja, dank u wel.
Dus wat voor een formeel punt. De aanwezigheid van de NRC-correspondent, dit is mijn schuld op het zo zit. Maar dat bracht mij vervolgens op de vraag van hoe zit het nou met deze vergadering? Zijn die openbaar? Zijn die besloten? Zijn ze openbaar tenzij? De statuut geeft wel aan wat de rechten van de leden zijn, maar zijn er ook mogelijkheden om rechten te scheppen voor sympathisanten? Bijvoorbeeld door een huishoudelijk reglement in te richten en dat bekend te maken. Ik zou ervoor pleiten, met name ook omdat het de werving kan zijn naar activiteiten van sympathisanten en verschuiving naar een lidmaatschap van hen. Als zij bijvoorbeeld spreekrecht krijgen hier, dan is het voor hen interessant om te komen dan als ze dat niet zouden krijgen. Ja. Denk er eens over na. Maar dan krijgen we oranje verenigingen binnen, hè? Dat is duidelijk. Ik ben het met je eens. We hebben vanaf dan nog de statuten zijn geleden zijn welkom te leden. Ja, dat kun je. Maar het is maar zo. Tot nog toe hebben we altijd heel open het beleid gevoerd. Videoregistraties, iedereen moet alles zien om te delen, dat hebben we nu ook weer. We hebben ook gezegd, je kunt introducties meenemen. Sympathisanten zijn in principe welkom. We hebben geen stemrecht, maar goed, hoe vaak stemmen we? Dat is meestal toch een behoorlijk. Dus ja, ik heb er ook niet zo moeite mee. Maar ik denk dat er inderdaad een soort behoefte is aan een huishoudelijk reglement. Ja, dat een journalist er hier zit, daar zijn we heel vereerd mee. Dat hebben we meegemaakt, welkom. Ja, moet ik dat in een huishoudelijk reglement gaan zetten? Ik vind dat niet. Nee, maar schep duidelijkheid naar de positie van leden en sympathisanten. En dat is voor sympathisanten interessant om te weten wat ze wel of ze niet kunnen. Ja. Nou, er staat de mogelijkheid om een huishoudelijk reglement in te richten. Nou, die statuten zijn al jaren ook. Ik denk, mag ik notuleren dat wij naar gaan kijken en dat we de volgende vergadering zeggen hoe het daarmee zit? Ik zeg niet dat we dan een huishoudelijk reglement hebben. Nee, goed, maar het gaat om dat het. Ander punt voor ons? Nee. Tien. Ja, dankjewel. Het is al een paar keer in deze vergadering naar voren gekomen, het belang van de Republikein. En er is ook gesteld dat de onderhandelingen opnieuw gaan beginnen. En ik hoop van harte, en ik vermoed wel velen erop wel met mij, wat ik zo al in de wandelgangen heb gehoord, dat de onderhandelingen nu toch zover zullen komen, dat het met het blad wat er nu ligt, de bulletin, dat het een eenmalige uitgave is, waar we nu ook voor gestemd hebben, voor de begroting. Twee keer, goed dan. Maar dat het uiteindelijk toch zal de Republikein zal worden en dat daarin dan ook in opgenomen zal worden wat wij vanuit het RG graag willen hebben. Maar dat dat echt tot overeenstemming komt met de Stichting van de Republikein en het Republikeinsgenootschap. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dat vind ik het belangrijkste. Ja, dat is een hele kleine vraag. Eigenlijk naar aanleiding van Koningsdag 2018. Ja, ik heb er een loopje mee dat ik altijd naartoe wil. Wil ik niet thuis blijven, merk ik dan. Ik vind het ontzettend jammer dat we er toch niet in slagen om daar iets massaler aanwezig te zijn. Hè? Ik heb de hele tijd al in Groningen rondgelopen en ik was doodsbang dat de Groninger zou vragen: nou, je bent niet met veel mensen vandaag. Gelukkig hebben ze het niet gedaan. Die Groningen zijn heel rustig wat dat betreft. Hè? Maar ik vond het wel jammer. Door die borden, los van de teksten, het zijn zulke eenvoudige, mooie, heldere borden. Er hoeft maar één camera open te staan en je ziet het. En dus ja, nou, ik ben al 12 keer in beeld geweest bij de je moet een beetje kijken, maar je ziet ze gewoon. Nee, dat is zo. Maar ik vond dat we gewoon te weinig mensen waren. En dat is gewoon, dat is dus een oproep naar Republikeinsgenoten, dan waren gewoon te weinig mensen. Ja, het is gewoon erg leuk. Het is een beetje moed nodig, maar het is gewoon leuk. Hè? En als je een overtuiging hebt, wat een paar nieuwe mensen over 14 jaar weet je met iedereen, dan hebben ze moed zijn ouders tegen. Ja, dat is gewoon geweldig dat je meemaakt op zondag wat je hoort. Hè? En je wordt zelf ook weer rijker, omdat je weet hoe mensen erop reageren. Dan kun je actiever beleid voeren. Dames en heren, dat laatste rondvraag. Dan geef ik nu 5 minuten voor de leden en dan is het boven. Jos. Ja, goedendag. Ik ben dus Jos Deen. Ik ben zo'n 30 jaar geleden begonnen met
fotocollages te maken. Dat had ook mee te maken dat ik op de middelbare school altijd bij de geschiedenislessen werd tegengewerkt als ik vragen stelde over ons windgewesten in Indonesië en over het SS-verleden van Prins Bernhard. Ik werd meerdere malen uit de klas gestuurd. Ik dacht, nou, op de universiteit daar zal het wel anders gaan. Nou, dat bleek dus ook een misvatting. Ik had als bijvak klassieke muziekgeschiedenis en ik kwam vaker aan het praten met de docent. Die was lid van de CPN. Trouwens, heel Nijmegen had een behoorlijk links college. En daar kwam ik dus vaker mee aan het praten over dit soort onderwerpen. En toen zei hij op een gegeven moment tegen mij, ja Joost, wat jij wil, dat wilde ook ik vroeger ook. Maar ik zit nog steeds hier en ik kom hier nooit meer weg. Ik dacht, hij zegt zo van, wat jij wilt weten, dat wordt hier niet onderwezen. Dat wil de overheid helemaal niet hebben dat jij dat weet. En als je het dan toch wilt weten, moet je het dan al zelf uit gaan zoeken. Nou, en dat heb ik dus toen ook gedaan. En toen ben ik begonnen met zelfstudie en na een jaar allerlei knipsels verzameld te hebben en publicitair materiaal, toen dacht ik, ja, daar moet ik wat mee, ik ga daar een soort scriptie van maken. Dan heb ik dat tenminste niet allemaal voor niks gedaan. En dat heb ik toen ook gedaan en dat kwamen dus eigenlijk de eerste collages uit. Want ik ben eigenlijk begonnen als tekstcollages te maken en toen werden dat gewoon illustratieve collages. En toen kwamen ook de eerste exposities en dat daar niet iedereen van gediend was en dat niet kon waarderen wat ik daar allemaal bij elkaar had geplakt. Dat wist ik van tevoren al dat dat zo zou gaan lopen, dus dat vond ik niet zo vreemd. En ik had een keer een expositie in 1991 in de Universiteitsbibliotheek van Maastricht en had ik ook wat plaatjes bij hangen over onze koningin die daar gasten ontvangt uit het Vaticaan, JP2, en had ik op de achtergrond bij een van haar voorvaders had ik Adolf Hitler ingeplakt, want zonder Adolf Hitler was onze koningin nooit geboren geweest, want Bernhard moest eerst aan Adolf Hitler vragen of hij überhaupt met Juliana kon gaan trouwen. Ja, dat kon. Dus in Maastricht keken ze anders tegen aan, want de hoofdredacteur van de Observant had de expositie bekeken bij de opening. En die belde mij een week daarna mij op. Hij was nog eens gaan kijken, want hij vond het wel een interessante expositie. En zei hij tegen mij dat er twee werken waren verwijderd. Laat het nou net dat werk zijn van onze koningin. En ik zeg, nee, daar weet ik niks van. Toen vroeg hij, kun je me daar geen foto's van sturen? Ja, dat kon ik. Nou, toen heeft hij de week daarna een heel artikel geschreven in de Observant met die foto's erbij. Grote tralen, er kwamen vragen bij BMW, etcetera. De ROZ, regionale omroep Zuid, die daar komt van. En ze hadden dan de directeur van de bibliotheek uitgenodigd, die zouden met mij in discussie gaan. Plus Jos vertelde ook iets over jouw magazine, hè? Want dat ja, was eigenlijk heel slecht. Ja, nou, ik wou dus alleen maar zeggen van, dat er mensen niet van gediend zijn van mijn kunstuitingen, dat is mij bekend. Dus, maar ik heb er eigenlijk door de jaren heen, nog een paar keer ben ik daarop teruggekomen, ook in verband met Bernhard. Maar daarna heb ik me toch meer toegelegd op het Vaticaan en andere zaken die zo in de wereld spelen. En, maar toen ik vorig jaar hoorde dat... Ik moet eigenlijk afvallen. Toen ik vorig jaar dus hoorde dat dat onzalige idee van het tragisch duo Buma Rutte op tafel kwam om de kinderen ons iets te leren over het Wilhelmus, toen dacht ik, ja hallo, er staat helemaal iets in diezelfde geschiedenisboekjes over hoe dat eigenlijk helemaal draait daar in het Koningshuis. Hoe zij zich met dictators in het Midden-Oosten aanleggen en dan onze koning daarheen sturen als er weer een koning Babaloeboedoe. Ja. Dus ik dacht, ik zal zelf maar eens wat voor lesmateriaal gaan zorgen. Toen heb ik een tijdje uitgetrokken om een zestiental
collages te maken en daar wat tekst bij te schrijven. Die tekst die is, ja, die loopt eigenlijk van Bernard tot en met de zorgdiëtes. En Gerard Elders die heeft door zijn uitgever een exemplaar toegestuurd gekregen en die wist mij te melden dat hij het in één ruk had uitgelezen en dat hij vrijwel alle bronnen kende. Dus het is niet uit de duim gezogen. Ik heb mijn hele archief ook altijd goed bijgehouden. Als iemand er vragen over heeft of dat wel echt zo erg is, hoogstwaarschijnlijk is het nog veel erger. Dames en heren, ik zal even zeggen, vandaag zijn ze tegen kostprijs te krijgen, deze brochure slechts €5. En de grote verjaardagskalender die kost maar €10. Dus dat is echt een weggevertje alleen voor vandaag. Oké, okay, dankjewel. Discussie en dan snel aan de bal. Ja, dat was heel mooi.